Levering 254 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier natuurlijk met Bert en Peter Slachter. Goedemorgen jongens. Goedemorgen Good morning. Goedemorgen, daar zijn we weer. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Anycoin Direct, Bitfavo, Watson Law, Coimurs, Blocks en BTC Direct. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Virtuele munten, reëel Risico. De enige garantie in crypto. Is het risico? Zo is het. Kijk uit, hè, jongens. oplet dus hè, mensen. Ja, precies. He? Hey, kijk links rechts en nog een keer als je oversteken moet. Inderdaad. Inderdaad. En ik, dan, denk uh... ik denk dat dit het alle Bassinade ook nou kunnen verzinnen. Ja. Dit was gewoon een liedje geworden. Dat ja. Kan haast niet anders. Ja. Kijk links, kijk rechts, kijk nog een keer. Koop geen altcoins en shitcoins nou, goed, moeten we, even, ja. we moeten nog even een beetje fine tunen Maar ja. we, het komt goed. Ja. Uh, vul je ziet nergens in. Dat is natuurlijk onze tweede disclaimer: altijd opletten. Met de ja, met, met, met keys to je uh, Bitcoin Paradise, om het zo maar te zeggen. Als iemand erom vraagt. Uh, hou ze voor jezelf? Nou, ik, had deze week, ik had vorige week volgens mij ook een succesverhaal. En ik was deze week toch ook weer trots op een voorbeeld uit de community van iemand die we zo. Verschrikkelijk argwanend hadden gemaakt. Dat hij zelfs zijn eigen vrouw niet meer vertrouwt, volgens mij. Maar ja, goed, weet je. In de rest van je leven word je misschien een kluizenaar. Maar je bitcoins zijn veilig, hè? Zo is het ook. Daar die um, had dus een mailtje gekregen van Bitcoin Amsterdam. Wat we natuurlijk vorige week behandeld uh, hebben. Uh, met de kortingscode. En dat je voor 175 euro in plaats van 250 euro een kaartje kon kopen. Wil je dat eraan zoomen? Kijk dan even op b.tc slash conference Amsterdam. Of gewoon ga naar conference. Dan, dan kom je er vanzelf wel. Um, maar die zag dat mailtje en die klikt op de link. En die kwam op de website en die zag daar. hé, hey, maar wacht even. Hier staat dat er een Sound Money Fest is. En dat het drie dagen duurt in plaats van, uh, uh, van, van, uh, van twee dagen. Dus die stuurde mij een berichtje van uh, ja, Bart, um, klopt dit wel? Zit ik niet naar een een of andere scam link uh, te, te, te klikken? Nou, daar was ik toch blij uh, mee dat iemand zo ja. Zo scherp is uh, als het om Bitcoin gaat. Uh, het was uiteindelijk een foutje. Ik heb meteen even Sebas een berichtje gestuurd en volgens mij is het allemaal aangepast. Maar ik, ja, toch bekroop mij een gevoel van trots. Dat, uh, <laughs> dat, 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 dat mensen tegenwoordig zo scherp naar die dingen kijken. En niet zomaar meer um, ja, uh, geld overmaken, betalen als er iets niet in de haak lijkt. Zo was ik trots op. Mooi. Als je wil, laat dan even vijf sterren achter op Spotify. Like de video op YouTube. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. Alle links staan op www.stosseradio.nl. En natuurlijk Bitcoin Alpha. De, ja, het ken ja, daar staat hij. Heel goed. Aangepast. Het kennisplatform dat beschermt en versterkt. Uh, ga even naar bitcoinalpha.nl. Uh, we hebben het vorige week er lang genoeg over gehad. Uh, we hebben allemaal toffe nieuwe producten. Uh, en uh, dan moet ik het even goed zeggen. Het pro-product... He, de Pro Tier die kan je veertien dagen proberen en dat is eigenlijk. Nee, nee nee, dat zeg je inderdaad niet goed. De Plus, het Plus-abonnement, plus. die kan je veertien dagen gratis proberen. Ja. Hebben we dan helemaal geen Pro Tier meer? Hè? Ja zeker wel. Zeker dat wel. Is, uh... Zo, je kan wel zien dat Bart echt even ergens anders zit met zijn gedachten. Nee, ik, ja, droom, ik zit droom, ja, maar, ik nee, maar ik zit is, met Premium in mijn hoofd. Paradise? <laughs> Hebben We Hebben geen Premium. Nee. Ik dacht, nee. Dat, ik dacht dat Pro Premium was. En dat... Essential Plus ja, okay. Pro. Nou goed, plus kan je gratis proberen voor 14 dagen. Dus dat zou ik zeker doen. Uh, want er zijn heel veel mensen die dat de afgelopen weken geprobeerd hebben. En die blijven eigenlijk volgens mij voor een groot gedeelte allemaal lekker hangen. Dus uh, ja, daar zijn we ja, blij mee. Dat is het risico van, uh, van starten. Ja, nou ja dat, is de, dat is de garantie eigenlijk van het starten, dat je, blij, je blijft hangen. Ja, dat en dat is niet omdat wordt. wij het onmogelijk hebben gemaakt om op te zeggen. Dat is vooral omdat heel veel mensen het gewoon heel erg waarderen en uh, heel erg ja. fijn vinden uh, om een beetje geïnformeerd te worden. Nou, een beetje. Drie keer per week zo ongeveer, gemiddeld. Ik denk als je het extra poleert, dat je dat je daar wel op uitkomt. En daarnaast natuurlijk gewoon de, de Bitcoin Alpha community die we hebben, waar we ze nu en dan ook uh, onze insights... Die... Ja, dat, dat wordt de afgelopen twee weken wat meer leven zit erin. Precies. Mooi, mooi om ja. te zien. Dus um, ja, bitcoinalpha.nl dames en heren, ga het eens even bekijken. Hey, um, ik stel even um, hoe was de week? Nou, ik moet je wel zeggen, ik ben helemaal klaar met alles wat enigszins op winter lijkt, want ik weet dat we in de lente zitten, maar ik kijk hier naar buiten en het is voor mij gewoon winter. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik zweer het je, ik ben nog nooit, ik heb nog nooit in mijn leven een winter gehad waar ik zo vaak ziek ben en niet doodziek en, en ook niet dat ik, in, dat, ik, dat ik niet naar werk kan of zo of niet aan het werk kan. Maar gewoon dat ik wakker word en dat ik een hoesje heb. Of dat, me, ja, dat je gewoon merkt dat je net niet helemaal 100%, uh, 100 bent qua lichamelijke, um, ja, lichamelijke conditie, zeg maar. Terwijl ik meer sport dan ooit. Dus ik heb echt zoiets van, ik weet niet wat voor virussen er allemaal door het land gaan... Maar je krijgt bijna het idee dat corona geen hoax was, jongens. Ik weet het niet, maar... <laughs> zeg dit nou niet. <laughs> okay. nou, jongen, moet ik nou, je, elke idioot kan toch horen hoe groot de sarcasme-tag uh, okay. ja. daarachter is. Ja, het is heel goed dat je dat nog even bijzet. Nou, heel, het was sarcasme, jongens. Maar even serieus, ik weet het nu <laughs> alle mutaties die er zijn. Maar ik ga, ik ga er niet dood aan. Maar ik word er helemaal strontziek van. Dus een beetje zon zou me denk ik goed doen. Dus ik zit daar echt met smart op te wachten. En ik Het heb vervelende dit... is natuurlijk dat we nu een paar dagen zon hebben gehad. Van die, van die kraakheldere blauwe luchten. En dan zo'n zo'n lentezonnetje op je, op je bakken. Nou, en dan voel je dat, genieten, dat, ja. die, dat, die, dat die zon een beetje in kracht is toegenomen ten opzichte van een paar maanden geleden. En ja, dan komen die, die grijze, regenachtige dagen die er, die er dan achteraan komen. Ja, die doet dan een beetje pijn. Hè? Maar ik zag vanochtend in mijn uh, WhatsApp zag ik een afbeelding van een vooruitzichten langskomen. Ik geloof dat volgende week echt een lenteweek wordt. Ja, nee, ik kan niet wachten inderdaad. Ik uh, kan je één ding zeggen. Ik, uh, van mijn part neemt mijn laptop, mijn muis en mijn toetsenbord mee naar het Kralingse Bos. Maar ik, ik zit ergens in die zon. Dank kan je wel zeggen. Ja, precies. Bed laat het zien. <laughs> ja, ik zie zonnetjes inderdaad. 20 graden, 19 graden oh, met zonnetjes. Jongens, jongens, breek me de bek niet open. Dat wordt heerlijk. Daar ga ik echt van genieten. Maar goed, dat was echt vooral... Mijn afgelopen week. Dat ik dacht van je, werd ik weer wakker. dat ik jeetje, weer under the weather. Zoals de Engelsen dat noemen. En onder uh, the weather, zou je die oh, meer zeggen, toch? Of betekent oh, dat dan? Under the weather? Ja, gewoon een beetje ziekerig. Dat je niet helemaal under kapot. Maar dat je denkt: van ja, je hebt toch vroeger altijd van die games dat je zo in, in zo'n uh, Mac Warrior zat. Of in zo'n ruimteschip. En dan zag je in je hut. In je rechtsonder op beeld zag je dan een plaatje van het ruimteschip. En dan kon je bijvoorbeeld zien dat je rechter vleugel was dan geel, want die was een paar keer geraakt en daarna werd die oranje en daarna rood en daarna werd hij eraf geknald. Dus je, nou, zo voel ik me ook, dat heel mijn lichaam is op zich prima, maar er zijn gewoon een paar plekken, ja, die zijn dan geel, weet je wel. Die doen een beetje pijn of een beetje last van. En je hebt ja. UV-straling nodig om dat eruit, uh, de, eruit denk te, denk te krijgen. Ik denk wel dat het qua weerstand inderdaad uh, werkt, maar ja, goed. Ja, ja, jullie zijn hier natuurlijk de virus-experts, dus uh, correct me if I'm wrong, maar... Het... <laughs> Ik ben ja, heel benieuwd gewoon... naar, deze, naar de rest van deze aflevering. Je ja, moet gewoon ja, het wordt hartstikke ja, gezellig no, no gewoon, uh, Je moet dat, dat, dat hydro-glory. moet je gewoon slikken. Ja, dan is het... precies. Ja. ja, nou ja, goed. Anyways, ik, uh, ik kan niet wachten op een, beetje, op een beetje lekker weer en een beetje zon. Misschien een leuke Stoshi Radio Barbecue of zo ergens in de zomer. Dat zou leuk zijn, denk ik. <laughs> Wat? <laughs> <Dat is dan. laughs> Mensen die al wat langer meelopen, die hebben nou al, al 80 keer het woord barbecue horen vallen. Maar ja, dit is ja, er nog nooit van Dit is een soort Q5 ding is ja, dit. Ja, we hebben het een beetje goed gemaakt bij Jan natuurlijk. Hè. We hebben inmiddels wel een meet gehad. Nee, het is dus sowieso zo. niet goed gemaakt. Nee, okay, echt. De, okay. de, 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 de zomerbarbecue barbecue van Stoje Radio is gewoon onze Q5 ding. Ja, dat is zeker. Dat is wel een beetje de mythe. Misschien moeten we dat maar niet doen dan. Nou goed, we gaan het zien. Hé, hey, um, voor de rest... Um, ik heb wel gebruik kunnen maken van de um, tijd die ik had. Omdat het weer zo klote weer was. De helft van de week. Om eindelijk de Bitcoin Amsterdam 2022 Aftermovie af te maken. Dus voor de mensen die dat leuk vinden. Als je op ons YouTube kanaal kijkt, dan kan je daar een behind the scenes video zien. Uh, ja, van Bitcoin Amsterdam 2022. Met voorbereidingen en uh, ja, allemaal beelden eigenlijk die we daar gemaakt hebben gedurende de conferentie. Dus uh, je kan bijvoorbeeld zien. Uh, ik veel een stukje in dat Bert en ik uh, het podium opgaan. Dan kan je een beetje achter de schermen kijken. Uh, hoe dat een beetje ging. Uh, hoe, we de, hoe we alles opgebouwd hebben. Ons podcast studiootje. Je krijgt een uh, uh, we nemen je mee over het hele terrein. Dus mocht je nou twijfelen hè, om een kaartje te kopen voor aankomend jaar. Ja, kijk die video even. Uh, de meeste mensen die ik gehoord heb, die vonden het hartstikke leuk om het terug te zien. Ook de mensen die geweest waren. Dus uh, nou, ik heb er mijn best op gedaan. Dus um, kijk hem even terug, mocht je dat leuk vinden. Is te vinden op ons YouTube kanaal. Dat is ook weer grappig hè. Ik was er denk ik nog twee uur aan bezig. Toen was hij klaar. Heeft hij, dat heeft drie maanden soort van in de wacht gestaan. En dan... Hik je er toch een beetje tegen aan. En dan blijkt het eigenlijk een veel minder grote hoorder te zijn dan dat je dacht. Maar goed, anyways, hij is klaar. Zijn er meer van dat nou. soort dingen? Nee, ja. Meer van dat soort dingen? Nee, valt mee. Nee, weet je wat pas als je eraan gaat beginnen? Ja, dat, 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 dat is wel vaak zo natuurlijk. Hè? Dat, je, dat je ergens aan oh. begint, dat je er dan achter komt hoeveel werk het nog is. Ja of nee? Deze keer viel het mee. Soms valt het tegen. Hey, um, ik zie dat jij hier de kortingscode voor BTC Amsterdam ook hebt opgeschreven. Dat is wel een goede uh, Pedro. Nou ja, jij had het net over BTC Amsterdam en ja. over kortingscode. En volgens mij hebben we die nog niet genoemd in de, in de podcast. Dus ik kan me zo voorstellen dat, ja. dat mensen die luisteren. Zeggen, maar wat is die kortingscode dan? Ja. Dus, uh, en Bert heeft hem opgeschreven. Ik stelde de vraag in de show notes en dan kwam Bert erachter met de code. Dat is BA, hoofdletter BA, 23100. Dus BA23 dat zal voor Bitcoin STEM 2023 staan. 100 staat denk ik voor het bedrag dat er afgaat. BA23 100 of. Ja. ja. dit is Met twee dit, dit, f, hè? Of of. Ja. Off, ja. En, dus, niet, dus niet of 200 of 300. <laughs> nee. Het is dus BA23 100. Het is niet dat je daar je eigen bedrag kan invullen, 150 of zo. dat is niet hoe Zo werkt het niet. dit is voor alle kortingscodes ook wel, ik weet niet, dit is in ieder geval geen IT'er die deze Nee, ze hebben ook een I en die hadden ze er nog in kunnen doen. Ja Ja, dus, maar op zich is het wel een mooie korting. Dus je krijgt gewoon 100 dollar, gaat er van je kaartprijs af, dus als je al weet van, Volgens mij wil ik gewoon weer. Uh, op zijn minst wordt het gezellig, zeg maar. Eh, en, um, ja, nee, dat is, dat is ja, denk ik de perfecte opschrijving. Inderdaad. Op zijn minst wordt het gezellig ja. en wordt het de grootste Bitcoin-boddel die je ooit meegemaakt hebt. En, en dan, uh, ja, die, die, die want dus ja, die komt er dus echt uit. Vrijdagmiddag. Dus vorig jaar hadden we het Sound Money Fest. Dat was dan een soort van festivaldag als derde dag. Die is dit jaar geschrapt en vervangen door een. Ja, is, is een hele grote borrel aan het eind van de tweede dag. Toch? Kijk zie bak kijken dat, van wat zegt die gozer nou? Nee, dat is helemaal in Klopt. lijn met wat Sebastian vorige week ook ja. aangaf. Dus ik neem dus dat, aan dat dat het idee is, ja. Dus dat is wel tof. En um, um, nou, Peter en ik hebben van de week even een hapje gegeten, nee. ook met Sebastian en Ivar. Even gehad over vorig jaar, over komend jaar. En uh, 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 of, of Stosje Radio natuurlijk weer een rol in wil spelen. En dat willen we natuurlijk, willen we heel graag weer zo'n vette hoek met alle, alles erop en eraan. Um, um, dus e, zeg maar, het community gedeelte. Dan gaan we ons uiterste best doen om dat weer net zo vet te maken als vorig jaar. Daar hebben we zelf natuurlijk invloed op. Dus daar kunnen we ook gewoon. Waar we wat minder invloed op hebben, is het programma. En ik zag ook in de Telegram groepen wat mensen daar een klein beetje op mopperen. Van ja, meestal vorig jaar. Hmm, um, dat vond niet zo heel. het waren dingen die ik al wist of zo. En ik, dat had ik. Ja, we hebben het natuurlijk toen uitgebreid geëvalueerd. Hè? Maar ik had het zelf ook wel. Er waren best wel wat mensen waarvan het op zich geinig is om ze eens in het echt te zien spreken. in plaats van in een podcast. Maar het waren wel hun standaard one-liners die langskwamen. Ja. Weet je wel, zo'n Greg Foss. van uh, ja, wat zegt hij ook wel altijd? <laughs> It's a rounding error. It's just math. <laughs> denk ja, oké, okay, oké, okay, goed. Dus we hebben het ook um, met elkaar over gehad. van het zou eigenlijk heel vet zijn. En, en dat ook omdat we. Um, als je de afgelopen stosje radio's luistert en gaat over het nieuws, dan kom je elke keer ook best wel wat negativiteit tegen. Dat je de, de toezichthouders die aanklagen, Elizabeth Warren met een anti-crypto-campagne en ja, miners anti -crypto die. Crypto Armie, dat wordt het over natuurlijk. Crypto, crypto ja. army ja, inderdaad. Een anti crypto army Ik zag ook dat er nu een. een pack opgericht is zo'n um, zo zo'n campagnevehikel die anti-crypto army heet <laughs> dus ze gaat er ook echt geld voor ophalen nou ja moet ze doen maar um, te midden van, van dat soort of zo weet je wel dat <laughs> ja. kan we een hele negatieve connotatie hebben maar goed, zo, ja. van die mannen met bivakmuts en guns ja, die, die in zo'n ja. bos ergens in zo'n ruraal gebied in, uh, in Amerika zitten maar goed ja maar te midden van dat soort negativiteit. Um, um, en ik vind dat ook wel interessant. Hè? De afgelopen week ging het um, ook over die um, uh, discussie van, oh ja, over de New York Times-artikel. over die miners in ja, ja. Texas. Um, en alles wordt: dat hele artikel dat staat dan vol met allerlei um, aanklachten. Maar er, er, wordt op, er wordt niets gezegd over wat bitcoin de wereld brengt. En, dus, en, dan kun je, en dan kun je natuurlijk al die aanklachten gaan behandelen... en daar wat van vinden en zeggen dat is cherrypicking... of dat is dit of dat Ik zou kunnen, of misschien heb je zo gelijk. Maar het is sowieso een ongebalanceerd beeld... als je niet erbij vertelt wat dat... Brengt. Ik bedoel, elektrische auto's die zorgen ook voor heel veel... die verbruiken ook veel energie, alleen... We vinden dat dat heel veel waarde heeft, want eh, nou ja, weet je, dan kan je dan allerlei dingen aan de andere kant van de balans zetten. Gaat het gaat over die balans. Wat brengt het en wat kost het? <laughs> en dat wat brengt het, daar gaat het nooit over. Er wordt een soort van impliciet ges uh, gesuggereerd: het gaat alleen maar over een dom speculatiespelletje. Van de week was ook um, Warren Buffett, zo'n man van 182 jaar oud, die dan wat gaat vertellen over wat, hoe hij de, de wereld ziet komende tijd. Hij had het ook over Bitcoin ja wat zei je nou een gokspel en zonder intrinsieke waarde en maar dat is zeg maar impliciet het beeld wat er elke keer is en um, het zou mooi zijn vind ik als we ook op, op die bitcoin conferentie bijvoorbeeld veel meer um, het perspectief ook kunnen laten zien van wat bitcoin nou voor goeds doet in de wereld nou 100% want dat kijk nou, we moeten het zo nog wel verder over hebben. Maar met, bijvoorbeeld met die elektrische auto's. Kijk, het is voor mensen gewoon ook makkelijker om, om die waardepropositie te begrijpen. Ik bedoel, ga jij met je, uh, met je harses achter een oude Diesel liggen of achter een EV? En dan ben je er vrij snel achter wat gewoon het verschil is. En tuurlijk liggen de nuances. En tuurlijk moet je een elektrische auto opladen. En als je dat doet met, uh, met stroom uit een kolencentrale, kan je je inderdaad afvragen van joh, hoe. Uh, wat schieten we hier nou eigenlijk mee op? Nou goed, die hele discussie kan je voeren. Alleen dat is met bitcoin een stuk lastiger. Zeker als de ene na de andere crypto exchange failliet gaat... en de ene na de andere ICO uh, zichzelf oplaast... en de ene na de andere Richard Hart-achtige lijpkees... een Gucci winkel leegkoopt... en daarmee loopt de pronken op, uh, just, op, op Twitter just. en Justin Sun... alles en iedereen zijn moeder over wil kopen... met zijn bij elkaar gescamde dollars. Ja, weet je... Daar is bitcoin onderdeel van. En als je duidelijk wil maken dat we dat niet zijn, ja, dan, dan heb je er meer aan door dat inderdaad op een positieve manier te proberen te vertellen. In plaats van iedereen maar uit te lachen. En, en, en ja, en, en nou ja, goed, ik denk dat 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 een beetje het punt is. Misschien waar je heen wil. Van joh, kunnen we dat nou eens proberen op zo'n conferentie? Maar het, het, ja, het is ook gewoon zijn. geen nieuws. Het is ook geen nieuws als iets goed gaat. Hè? Iets komt in de krant als het slecht gaat. Ja. Als er iets mislukt, als er iets crasht, als er iets kapot gaat, als er, iets, als er een misstand is. Dat komt in de krant. Dat er een Afrikaan nu um, zijn dorp kan elektrificeren of kon vluchten uit zijn land, weet je, dat, dat, dat is geen nieuws. Dat, dat haalt hooguit een keer een achtergrondartikel op pagina 24. Maar dat is, niet, dat is niet de voorpagina. Wat is wel de voorpagina, het is maandenlang de voorpagina bij een FTX of als um, uh, Bitfavo en Genesis een dingetje hebben, dan is het maandenlang sure. wordt het van alle kanten wordt het helemaal uitgeknepen en uitgemolken, want dat is, dat, ja, dat is nieuws. En dat ja, maar dat, niet... is, dat is nieuws überhaupt. Ik bedoel, uh, een Tesla die uh, een kind van zijn sokken rijdt, zit ook op de voorpagina en de rest wat minder. Dus dit, 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 dat, dat is meer. Je bent het helemaal met je eens, maar je beschrijft gewoon de nieuwsdynamiek. Ja, ja, ja precies. Het nee, dit, dit is ook niet specifiek voor Bitcoin, maar dit is gewoon hoe het werkt. Ja, en precies. en, en daar, dat, dat is de reden dat ik, dat, dat, dat ik denk dat het heel waardevol is om expliciet die uh, uh, Bitcoin als kracht ten goede om ja. dat te maken. Maar goed, en, te goed en, uh, jullie hebben het daarover gehad. Is, is ja. er al een soort van. Um, hoe, hoe zouden we dat kunnen doen? Nou, Sebastian en Ivar, die vinden het een fantastisch goed idee. Alleen wij Nederlanders, <laughs> laat ik het even zo zeggen, wij, wij, wij doen in de. De, de, de het community stuk en organisatie van het festival hè? dat doet, dan uh, doen ze Bas en Ivar. De inhoud komt in principe van Amerika, hè? dus Bitcoin Magazine of BTC Inc. Dus dat ja, dat wordt toch gewoon in een, een soort gesprek wat je met elkaar voert, waarin je argumenten aandraagt, voorbeelden en dat je op die manier met elkaar. Um, hè? dus als jullie als luisteraar ook zoiets hebben, heel dit zou vet zijn om het daarover te hebben, deze mensen, deze onderwerpen, deze use cases. Um, gooi ze even in de mail of in de chat of in Telegram of waar dan ook. Of, ja, of van dan, mijn part, stuur ze gewoon naar Bitcoin Magazine op Twitter of een, zo. Ja, of naar Sebastian, dan kan hij het verzamelen. Ook want het is, ook ja. een, het is ook een kwestie van um, uh, la, laten zien dat het vet is om te doen. Hè, in plaats van alleen maar roepen, joh, uh, alleen maar suggesties doen. Ja. Maar hè, als, als we iets verder uitwerken, dan nou, misschien kunnen we dan. Uh, ja, iedereen want je zit gewoon een uit... beetje. Ik denk dat de meeste mensen dat al snappen, want die zullen Bitcoin Magazine ook wel volgen op Twitter. Ja, er zit gewoon een beetje een, een, een cultuurstrijd, cultuurverschil. Het zijn Amerikanen, uh, die zijn bombastisch. Uh, die zijn, dat zijn wat meer nou ja, showmensen, wat meer marketinggericht, Ik bedoel, wat meer business misschien. En dat zie je in Bitcoin Miami, zag je vorig jaar in Bitcoin Amsterdam. En dat is op zich, zitten daar ook voordelen aan en is het ook leuk. Maar het zou tof zijn als we een beetje dat, dat ja, iets meer de Europese cultuur erin kunnen, uh, kunnen brengen. En daar hebben jullie voor nodig. Want we kunnen het met z'n drieën roepen. Dat hebben we, geloof me, dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Er zijn dingen uitgekomen. Hè? We hebben best wel wat dingetjes voor elkaar gekregen. Zo'n workshop areas bijvoorbeeld iets wat er niet was in Miami. Uh, en wat er in Europa wel was. En wat ik denk een groot succes was. Maar ja, goed, dat zou toch zijn uh, als we nog wat meer. Uh, um, nou, Peter had het daarover. Dat vond ik vet. Weet je, jij hebt het best wel vaak laatst over het Oslo Freedom Forum. Ja, het lijkt me vet om iets meer inderdaad van dat soort. Onderwerpen, sprekers erbij te hebben. in plaats van dat het één paneltje is. dat daar misschien wat meer aandacht uh, voor is. En dan is het inderdaad Bitcoin een force for good. Um, maar goed, lijkt me tof. Laat ons vooral weten wat jullie ervan denken, lieve luisteraars. En dan uh, wie weet kunnen we er wat, uh, wat mee. Donaties. Um, ja, <laughs> we hebben een donatie gekregen van Rob Rodeo. Die zegt, uh, de shirts zijn binnen, ze zijn erg mooi. Thanks voor de nalevering, Bart, ook namens mijn vrouw. Wat was hier namelijk gebeurd? Rob, die had twee uh, T-shirts besteld. Onder een uh, pseudoniem. Ja, goed, maakt mij niet uit. Ik stuur ze gewoon op. Weet je, ik heb uh, T-shirts verstuurd met de gekste namen erop. Waarvan Post.nl waarschijnlijk, Post waarschijnlijk denkt: van: wie zijn deze mensen? Maar goed, wel verstuurd. Maar um, uh, Rob Rodeo, een vrouw, wist niet. Van Rob Rodeo is een pseudoniem. Dus ik hoop voor jou dat ze niet verder gaat zoeken. Ik weet niet waar ik hem nog meer gebruikt heb. Op Second Love of zo. Ik zou daar nou goed. Ik weet het niet. Ik hou me er buiten verder. Maar die vrouw die zag die T-shirts en die zei van. Nou, die woont hier niet. Dus retour afzender. Ja, en toen zijn ze ergens in het distributiecentrum van Post.nl kwijtgeraakt. Ja, goed. Toen dacht ik ook van ja. Je kan je, je kan je trouwe luisteraars niet laten zitten. Dus dan heb ik maar twee andere shirts opgestuurd. Ja goed, mijn winstmarge verdween als sneeuw voor de zon. Die was er eigenlijk al niet. Maar goed, uh, Rob, ik hoop dat je ervan geniet van je mooie shirts. En uh, ja, je hebt er twee. Dus elke dag eentje aan, zou ik zeggen, vanaf ik, nu de komende twee jaar. Ik, ik vermoed dus ook dat Rob helemaal niet Rob heet. Want ik neem aan dat er dan bij zijn vrouw wel een lampje was gaan branden. Nee, is ook een pseudoniem. Ja, ja, precies. Ja, en, ah, ja. En, 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 het was zelfs nog een ander pseudoniem dan Rob Rodeo. dan wordt helemaal mooi. Hij had oh, er van meerdere. Oh, oh, dit is nou, een soort pseudoniem Inception. Die, is ja, we gingen echt diep in de uh, the, the weeds wat dat betreft. Nou ja, goed, Rob, ik hoop, dat je er, uh, um, ja, ik hoop dat je er blij mee bent. En hij zegt van, je, van wel. Dus dat is fijn. Daar doen we het uiteindelijk voor. Iedereen een mooi shirt en uh, iedereen blij. Connector the World, Stefan Ed, die spraken met Mo. En uh, Mo, nou, dat is een dame, dat is sowieso wel eens leuk om een uh, dame in de Bitcoin-wereld te spreken. Zij is een UX-researcher. UX um, Peter, smeer hem eens met die cursor, dankjewel. Uh, <laughs> Ik zie helemaal niks meer. Ik probeer dit voor te lezen. Jij zit met die cursor in mijn, uh, in mijn script. <laughs> jongen, jongen. Uh, ze werkt aan open source bitcoin en lightning producten um, en ze heeft een grant gekregen van Spiral. Spiral is die toko van Jack, toch? Ja. Ja, hè? Die, uh, van Jack Dorsey van, uh, van Twitter en Blue Sky. Jij had, uh, heb je het geprobeerd trouwens, Blue Sky of nog niet? Zeker. Is het wat? Ja, ik heb gewoon mijn account veiliggesteld, that's it. Ja, precies. Dit <laughs> is verder maar... gewoon een Twitter kopie, gewoon qua app. Ik zag die. Het uh, ja, uh, was een discussie in de chat van de week ook. Ging het over Substack en die Twitter-kopie? En ik had er nog eens goed naar gekeken, Peter. Ik ben iets meer naar jouw standpunt toe gegaan. Want dat is ook wel echt letterlijk Twitter. Zeg, holy shit, dat is echt gewoon een fork. Ja. Maar goed, alsnog vind ik het extreem leem van oh, Elon Musk. Oh ja, nee, tuurlijk. Maar het goed. heeft geen zin om. Uh, ja, dan moet je ook even vertellen wat er dan gebeurd is. Ja, dus, dus, dus Elon Musk die heeft. Twitter-ontwikkelaars de opdracht gegeven om uh, concurrerende platforms om, om die uh... het leven zuur te maken. Eigenlijk. Ja, ik wou zeggen 'te shadow banen', maar dat is ook een beetje zo'n zo'n insight-term, zeg maar. Maar het is dus, dat ervoor zorgen dat dat soort dat berichten over dat soort concurrenten dat die minder aandacht krijgen dan andersoortige berichten. Tot op het punt dat, dat, ze, uh, dat ze gewoon helemaal niet weergegeven worden, bijvoorbeeld. Uh, en dat, dat werd toegepast op Substack, omdat Substack nu met een, met een eigen versie van Twitter, min of meer, is gekomen om um, hun creators het makkelijker voor te maken om ook een eigen community te starten. Um, ja, dat dat vind ik inderdaad niet een goed idee. ik denk niet dat het heel heel goed werkt of dat het verstandig is om dat soort censuur toe te passen om, hè, omdat je ja omdat wat het is het is het is niet dat uh, dat het voorkomt dat mensen wegtrekken bij Twitter. die, die trekken daar weg om andere redenen um, en je kunt beter denk ik die redenen oplossen uh, dan dan voorkomen dat mensen wegtrekken. want dat gaat dat ga je toch niet lukken. nee eens. Maar, je hebt nu dus inderdaad ook Blue Sky. En dat is al een tijdje in ontwikkeling. En, en dat, dat zit een beetje tussen uh, Twitter en Noster in qua, qua technologie. Op zich interessant, maar ook hiervan vraag ik me heel erg af. Gaat, dit, gaat het lukken om het netwerkeffect van Twitter te doorbreken? Ik bedoel, Elon Musk doet heel erg zijn best hoor om een oh. exodus te veroorzaken. Maar it, it, ja, het is niet dat het... Dat het dat dat het heel succesvol is tot nu toe. Er zijn nu wat, uh, wat, wat nieuwsbedrijven die hebben gezegd dat ze stoppen met twitteren. Omdat ze nu ja. uh, ook labeltjes plakken op, uh, op nieuwsorganisaties. Als, als, als weet ik veel. De NOS, hè, die ontvangt uh, geld van de overheid. Um, en dan komt erbij te staan, is uh, government funded news agency of publicly funded of funded, of weet ik veel wat. Uh, sommige nieuwsagentschappen die vinden dat kennelijk vervelend. Dus de Amerikaanse NPR. Uh, dat is, is, al, is al jaren onderwerp van discussie, zeg maar, hoe zij bekostigd worden. Ja. Nou, die heeft dat labeltje nu gekregen. En, en die zijn, om die reden hebben ze gezegd. wij stappen op, volgens mij ergens anders. Nou, en er zijn volgens mij wat meer van dat soort stappen genomen nu. Maar of dat nou echt ervoor gaat zorgen dat Twitter minder gebruikt gaat worden, I don't know. Nou, hij doet wel in ieder geval echt wel zijn best hoor. Muske. Ik zag nu ook ja. weer dat er een uh, subscription dus eigenlijk is Twitter natuurlijk. Zeg maar, Substack is Twitter aan het toevoegen op hun platform. En Twitter is Substack aan het toevoegen op hun platform. Dus de mogelijkheid om eigenlijk om nieuwsbrieven te schrijven en daar geld voor te krijgen van subscribers. Maar zeg maar, als je nu naar Musk's profiel kijkt, die heeft dan een Twitter-logootje, omdat hij bij Twitter werkt. En nog een ander logootje. En dan staat er <laughs> nog een andere disclaimer bij. En dan staat er subscriber-tag bij in het paars. Het is echt qua UX. Het is echt bedenken en de volgende dag shippen, volgens mij. Het is, het is echt een zootje wat dat betreft. En ik had, um, hij had natuurlijk zijn interview met die BBC-journalist. Um, waarvan hij vond dat hij, oh ja. dat hij hem uh, helemaal te graas had genomen. Nou had hij dat op een bepaalde manier ook wel. Omdat de meeste mensen vinden dat hij, dat hij die BBC-journalist uh, te graas had genomen. Ik vond het vooral echt een super kinderachtige dis, discussie eigenlijk. Waar hij de hele tijd zei van ja, maar noem één voorbeeld. Noem één voorbeeld, kan je niet hè? Kan je niet hè? Noem één voorbeeld dan. Ja, dat ging over, um, over of, of er meer um, hate speech ja. zichtbaar is op Twitter. Nou, en die journalist die, die zei van wel. En Musk die vroeg om één voorbeeld en die, kon, die journalist kon dat voorbeeld niet geven. Nee. Ja, door daar de hele tijd naar te vragen, ja... Dat, dan zet ja, je natuurlijk iemand in de hoek van, van joh, wat is dit, wat ben jij voor onvoorbereide uh, oh roeptoeter, zeg maar. ja. waar heb je het nou over? Maar hij zei er zelfs dus bij die journalist, ja ik zit, al, ik zit er al een tijdje, ja een tijdje doe ik eigenlijk al niks meer mee, ja ik kijk er zelf niet meer naar. Dat was ook wel een gek gesprek, Nee, ja, sure. nou, ja, het, was ook, het was ook echt wel, het was, het was ook heel knullig. Nee maar hij werd, ja. ook, hij werd ook wel helemaal vastgeluld, alleen als journalist kan je toch gewoon zeggen van, nou, Kijk, ten eerste moet je natuurlijk dit voorkomen en moet je je ene voorbeeld klaar hebben. Even voor de duidelijkheid. Maar ten tweede kan je gewoon zeggen: Maar wat nou als ik één voorbeeld geef? Heb ik dan wel gelijk? Het is gewoon zo'n domme redenatielijn van Musk, die alleen maar goed werkt omdat het ja, wel tof klinkt. En omdat je die andere gozer helemaal kan laten stotteren, natuurlijk. Maar in principe. Zegt dat ene voorbeeld natuurlijk geen moer of er wel of geen extra hate speech is. Nee, uh... dus de vraag is: is er data? He? En dat is, da daar heeft Musk wel een punt. Iedereen, iedereen vindt dingen over Twitter: van het, het wordt slechter, of het wordt meer zus, of meer links, of meer rechts. Of... Alleen, kom dan, bedoel, het is, het is, onderbouwen is lastig. Is, het, ja. het is, ja, het is heel se... anekdotisch allemaal. Want ah, ja, als ik naar mijn, mijn for you-tapje kijk dan ben ik daar serieus best wel onder de indruk. Dus ik, ik merk dat ik daar regelmatig doorheen... ik kom geen, geen onzinnige dingen tegen. Ik, ik krijg tweets te lezen van, van, die ik interessant vind... van mensen die ik zelf helemaal niet volgde. Ik zei dat een paar weken geleden tegen Bert van... hé hey, Emig, dat, dat, uh, ik weet wat ze gedaan hebben met dat voor you Je met die algoritmes uh, die die content verzamelen en zo. Maar voor mij werkt het nou eigenlijk best wel goed. Dus ja, weet je... Ik, maar dit is ook n is één, weet je. I, I don't know, zeg maar, wat, wat, de, wat nu de status ja, daarom is van... Maar vind ik de vraag van Musk zo debiel. Ja, maar... Eens, Noem maar, één maar, voorbeeld. Ja. Stel maar, dat hij hem wel noemt, wat dan? Maar zijn achterliggende punt is van... Ja, je kunt wel roepen dat er meer hate speech is. Maar dat is het, dat, ik denk van niet, jij denkt van wel. Maar waar is de data? Ja, ik heb ja. hem ook niet, maar jij hebt hem ook niet. En ja, dat, dat is denk ik het, eigen, het eigenlijke punt. Ja. En, hij, ja. en ik kan me voorstellen dat hij op een gegeven moment ook een beetje chagrijnig van wordt. Dat, dat mensen links roepen, het is veel te rechts aan het worden. Mensen rechts roepen, het is veel te links aan het worden. De mensen die, weet ik veel, zeggen er komt te veel hate speech. Iedereen, heeft, iedereen uh, vindt het nu slechter worden. Of beter, afhankelijk van, wat je, van, je, van je standpunt. Maar niemand kan het onderbouwen. En dat is wat het gewoon lastig maakt. Ik had denk ik een voorbeeld van een van Musk's tweets zelf gepakt. Van, als je echt een <laughs> voorbeeld van iets kinderachtigs wil hebben... dan zou ik ja. gewoon een random tweet uit de laatste paar weken pakken. Maar ik, um, ik, ik, ho ik ja. hoorde ook dat hij dat, dat met dat x.com bezig is. Hè? Dat, dat, dat dat nu de nieuwe uh, parent mm -hmm. company is van Twitter. Dus dat ze nu ook met het bedrijfsmatige herstructureren bezig zijn. Um, en... Het, het, het achterliggende idee schijnt te zijn dat, dat uh, Musk eigenlijk een soort all-in-one app wil. Zoals bijvoorbeeld dat, dat Alibaba en um, uh, WeChat, ja, WeChat ja. dat ook hebben. Zo'n zo mega app waar dus je communicatie in zit en je, je, je longform en je betalingen en je vrienden. En weet ik veel, allemaal dat soort dingen. En ik, ik ben heel benieuwd of dat nog gaat gebeuren. Um, en ik ben inderdaad helemaal met jullie eens van, van wat Bart net zei. Hè? Ik bedoel, Elon Musk is nu eigenlijk een soort sloopkogel. En het is heel bijzonder dat het überhaupt nog helemaal bestaat. Ik bedoel, hij heeft 80% van zijn engineers ontslagen. Hij weet, ik kan het zo gek niet bedekenen, hij heeft het gedaan. Iedereen denkt elke keer, nou nu breekt het echt. En dat blijft het gewoon doen. Nou, niet alleen technisch, maar ook gewoon, er blijft ook gewoon nog, uh, um, de mens, mens blijven er ook gewoon nog. Ik bedoel, iedereen mijn API-aanvraag hangt al een paar uh, maandjes vast, dat wel. Volgens mij zijn daar wel echt de mensen die API-aanvragen beoordelen, zijn wel allemaal ontslagen. <laughs> ja, het zou, het zou, Jij raakt het zou hem bijvoorbeeld deuren. ook niet kwijt om maar eens wat te noemen. Dus ik denk dat nee, in die, uh, die ik die afdeling heb. Nog. <laughs> ja. maar, maar goed, dus dat dus het, 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 wat betreft ben ik wel echt heel benieuwd waar het heen gaat. Want ik, ik heb een tijdje nostig geprobeerd, Peter dan even Blue Sky. Jij ja. kijkt dan even naar die Substack Notes. Ja, het is het eigenlijk gewoon allemaal net niet. Omdat, eh, ja, je mist uh, toch het gewoon zal, het. Het, het zou allemaal zou het Hetzelfde kunnen bereiken als Twitter. Alleen de, mensen de vraag erin. is of dat nu nog kan. Want Twitter bestaat al en heeft al die, al die gebruikers al aan boord. Ja, dus dus en, dan, zit ik op, ja, dan zit ik op Noster te kijken en dan zie ik daar allemaal interessante mensen. Maar het zijn alleen maar de mensen uit het Bitcoin-hoekje ja. die het met elkaar heel erg eens zitten te zijn over Bitcoin. En wat ik nou leuk vind aan Twitter is ook juist de discussie van mensen van buiten die daar dan dingen van vinden of die dingen tegen inbrengen. Ik, zeg maar, uh, ik geef die substack. Uh, Geef ik wel een kans. Ik bedoel, al die, dat zijn toch een beetje ook de thoughtleaders van Twitter. Die allemaal met hun eigen substack begonnen zijn. Het is best wel een breed spectrum. Maar ja, goed. Het, je hebt het over zo, wat Peet zegt. Je hebt het over zo godschuwelijk veel mensen. Wat jij zegt ook trouwens. Ja, re repliceer het maar eens. Dat is best wel lastig. Nou goed, we gaan het zien. Ik um, denk dat het tijd is om eens naar de markt te gaan, Bert. Want uh, ook in Bitcoinland gebeurde toch weer een en ander met. Hetgeen wat voor mij het meest in het oog sprong, want de vorige week over toen liep ik te zeuren. Wanneer gaan we nou eens een keer door die verdomde 28.000, wat was het, 500 heen? Uh, toen hebben we het nog, ja, achterom, ja, toen hebben we het nogmaals uh, over die weerstanden gehad. Um, of was dat vorige week? Misschien was die weken voor, was in de live show, denk ik. Maar uh, toen hebben we het nog een keer over die weerstanden gehad. Waar liggen ze nou? Waarom liggen ze daar? Wanneer hebben ze voor de laatste keer gehit? Wanneer zijn we er doorheen gevallen? Wanneer botsen we er tegenaan? Um, en we zijn. Er doorheen, in ieder geval door eentje. Uh, we zijn namelijk boven de 30.000 uitgekomen. Dus ik ben wel benieuwd of dat e iets verandert en waar we, ja, waar kijken we nu naar? Uh, kijken we naar boven? Moeten we naar beneden kijken? Moeten we iets hertesten? Nou goed, dat zijn alle buzzwords die ik weet, Bert, dus je zal het nu over moeten pakken. Maar ik, ik, ik denk, wanneer komt, wanneer komt de bodem aanstampen? Die hadden ja, we, maar gaan we, welke bodem dan? Inderdaad, ja. en hoe hard gaan we die aanstampen? Moet ik mijn ja. laars aantrekken? Nou goed, laat maar weten. Nee, maar um, ja, 30.500 was even het hoogste puntje van de week. En um, uh, nou, het ging natuurlijk wel, ik heel... dus als je het gevolgd hebt, dan heb je een stevige groene kandel gezien. Het ging best wel snel. Ja, dat hadden we op zichzelf ook wel verwacht. Hè? Die 28.800 is op 5 individuele dagen getest in de zin van dat het dat er een poging werd gedaan om er doorheen te breken hoog volume uh, snelle koersbewegingen en ook heel snel weer met klap naar beneden geduwd omdat daar boven gewoon um, heel veel supply zit heel veel dus boven de 18.800 liggen verkooporders of mensen die daar gaan shorten ja, het heeft hetzelfde effect um, en andersom betekent dat ook dat als hij daar eenmaal doorheen gaat, dat shortposities gesloten worden. En dat, dat, dat is weer brandstof voor een verdere stijging. Dus als het er eenmaal doorheen is, dan gaat het ook vlot. En dat zagen we gebeuren. 30.500. En je herinnert je misschien nog wel wat de bodem was op 21 november 2022. Dat is namelijk 15.400. Dus voor de mensen met een beetje uh, uh, um, rekengevoel in hun uh, kont, die. Denken we, nou dat is bijna keer twee. Wat zeg jij nou weer? Ik, reed, ja. ik dacht in een botte of zo. In botte harses, ja, ja. 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 Precies. Maar het is bijna keer twee. Volgens mij is 98% stijging vanaf de bodem. En dat is jammer. 100 was natuurlijk leuk geweest. Maar dat betekent um, dat we één verdubbeling hebben gehad. En dat is wel een interessante manier om er naar te kijken. Hè. Als je zegt van de top lag rond de 60, de bodem rond de 15, dan heb je dus twee keer een halvering. 60 naar 30 naar 15. Hij lag op 69, hè? maar weet je, dat was een beetje het ding. En dat betekent dat we nu één verdubbeling hebben gehad van 15 naar 30 en één verdubbeling af zijn weer van de 60. Dus dat zou een manier kunnen zijn om er even over te redeneren. Hè? Omdat je, je bent wel geneigd soms om in, in, in absolute euro's of dollars te denken. Hè? Dus van, van 60 naar 15 is min 45 en dan hebben we plus 15 gehad. En we moeten dus nog 30. Maar als je in verdubbelingen denkt, dan heb je eigenlijk al een heel groot stuk weer gehad. En dat is wel relevant. Hè? Want als je er een ton in stopt op 15k, heb je nu 2 ton. En als je er nu een ton in stopt, hè, en je gaat naar 60, heb je ook 2 ton. Terwijl als je op 15k was, heb je 4 ton. Dus dat is, dat is wel, uh, wel, wel serieus. Dus dat is even een aardig denkraam. Uh, ik zag ook dat Michael Saylor weer in de plus stond. Ons, uh, nou... de, de... De grote, de grote chat. Hij had even de break-even weer aangetikt. Voor mij, as we speak, staat hij weer net, net in het rood. Oh, maar hij oh, zit rond zijn... Uh, ja, hij zit Oké, ik dacht, uh, okay, dacht 29.900. Maar goed, in ieder geval, hij, uh, hij, hij stond voor het eerst sinds uh, juni vorig jaar weer in het groen. Oh, en hij heeft nu, dus... nu, as we speak, staat hij weer 0,27% in het groen. Hij heeft. Maar jij hebt even... ook echt een site waar je dat kan, uh, ja, kan zien: tracker.com. Die hebben we vaker uh, aangehaald. Ze oh, nou, heeft inmiddels 140.000 Bitcoin. Dat hadden we natuurlijk vorige week verteld. Ja. En uh, de aankoopprijs is volgens mij 4,23 miljoen, Nee, sorry, de aankoopprijs. ja Het is, het is bijna hetzelfde, maar het is 4,229 miljard. En hij staat nu op 4,23. Dus hij, hij staat uh, 11 ja, dan, miljoen in de plus. Moet je nagaan. 0,7% is 11 miljoen. <laughs> ja, ja, die grote dat is niet normaal. Maar goed, hij staat ai, inderdaad ai, ai. Uh, weer. Hij heeft een, en dat heeft ongeveer een jaar geduurd. Hij is. Als ik hier zo kijk, is hij in juni. Uh, ja, juni 2022 onder zijn break-even gezakt. En daar zat hij eigenlijk heel april al tegenaan, een beetje. Nou ja, precies een jaar later. Dus hij heeft een jaar later onder water gestaan en hij heeft lekker doorgestekt. Dus dat ja, helpt dus, natuurlijk wel. Dus ik, ik heb net even uit te rekenen terwijl jij praatte, Bart. Hij heeft in tussentijd tussen april vorig jaar en nu, 11.000 11 extra bitcoins erbij gekocht. Ja, klopt. <laughs> dus ja. Op zes uh... verschillende momenten zie ik hier. Uh, ja. ja. Dus dat, nou, dat doet hij leuk, meneer Seler. Um, um, maar ja, goed. Het is dus, hij is dus nu, nu 4,2 miljard waard. Als, die dus die, als we inderdaad weer op enig moment op 60k staan, ja, dan staat hij dus ook 4 miljard in de plus. Nou ja, er zijn dagen dat ik minder in de plus sta. Maar die Zeiden. Uh, maar, ja, ja. maar dat is dus interessant, hè? We, we, boven die 30K. En wat betekent dat nou voor die 28,8? Ja, die 28,8, we hadden het inderdaad eerder, uh, al meerdere keren over gehad. Dat is een niveau wat een rol speelt. Um, in, in de, uh, ten opzichte van de boelmarkt van 2021-2022. Het was de openingskoers van 2021. En je ziet op verschillende momenten gedurende de hele boelmarkt dat dat niveau geraakt wordt. Bijvoorbeeld na de minor ban in de zomer van 2021. Crasht die daarnaar terug. Uh, ook daarvoor nog en daarna. En je zou kunnen zeggen dat de, die lijn. Een, een, een soort van scheiding is tussen de boelmarkt van 2021 en het begin van 2022. He, die, dat prijsbereik van zeg maar 30 tot 60, even heel grof gezegd. En, en de bearmarkt daarna. Um, en natuurlijk de hele periode, de hele historie van bitcoin daarvoor. He. Dus die scheidslijn die markeert een soort van twee grote tijds. Um, domeinen van jaren, anderhalf jaar en weet je, weet je wel, dat soort dingen. Dus eigenlijk wil je voor bevestiging van dat je terug dat, 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 dat prijsbereik ingaat, wil je niet naar over één nacht ijs gaan. Je wil niet naar één, één dagje kijken of twee daagjes. Je wil eigenlijk minstens dat het de week sluit boven dat niveau. En dan eigenlijk nog liever dat het de maand ook sluit, weet je wel. Hè? Dat je dat de maand april daarboven sluit. Dat je de maandkendel kunt zien. Dat dat, dat niveau als steuntest, hè? dat soort dingen, dat zijn eigenlijk prettig voordat je de conclusies aan verbindt. Voor nu is het prima. We kunnen gewoon zeggen, joh, 30k. En je zag ook, ik zag gisteren een artikeltje in de Trouw. Nou, dat is gewoon wel echt een mainstream... Het is niet het FD, hè, of het Financiële Telegraaf... maar in de Trouw. Nou, dan weet je, oké. Okay, ja, weet je, dit is wel zo'n moment. Iedereen kijkt er even naar rond getal. Um, maar om conclusies eraan te verbinden... ten aanzien van... wat dit betekent voor de fase in de marktcyclus. Hè, weten jullie nog dat we het een paar weken geleden... erover hadden van, wat is jullie gut feeling voor of we de bodem achter ons hebben gelaten en dat jullie allebei ze, volgens mij minder dan de helft, helft oh, 50% is, ik zat op 60%, 60%. Ik zat op 99% hebben we toch al de bodem wel gezien ja. 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 Oh, ja. dit is wel dit is wel hoeveel uh, influencers. Oh, finfluencers je ook die uh, goed dat je het zegt We moet nog even die tweets verwijderen ja, juist, ja. Ja. nee maar goed weet je, dus voordat je voordat je in je Waarschijnlijkheidsverdeling een stap maakt. Zeg van nou, nu we dit zien, nu we daadwerkelijk consistent boven die 30 zitten. Nu denk ik, krijg ik meer vertrouwen in dat die, dat, die, dat de bottom is in. Hè? Dat we daadwerkelijk de, de bearmarkt achter de rug hebben en nu op weg gaan naar de volgende boelmarkt. Ja, daar wil je eigenlijk ietsjes meer bevestiging dan dat die twee daagjes boven die 30 zit. Dus daar zullen we, daar zullen we komende weken nog wel eens even naar terugkijken. Ja. Um, interessant is dat er natuurlijk best nog wel een hoop mensen zullen zijn die uitgestapt zijn. ergens tussen 69 en 15. Hè, of het al heel vroeg was uit luxe, uit, uit strategisch inzicht. of heel laat uit angst en paniek, dat maakt niet uit. Maar ergens uitgestapt. Een flink gedeelte daarvan, ik weet niet hoeveel, maar er zijn er. anekdotisch ken ik ze, maar je kunt het ook wel zien aan de data. Een flink gedeelte is nog niet weer ingestapt omdat ze dachten dat het nog lager zou gaan, bijvoorbeeld. Of omdat ze nu nog steeds denken dat we uh, 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 ergens in het komende jaar echt nog hele diepe crashes gaan krijgen. Zullen, zullen, zullen we eens een gooi doen naar een, uh, een prijspunt waar dat soort mensen. Waar, waar het echt alweer begint te kriebelen? Dus ik denk dat ze nu inderdaad weer. Je ziet het weer bij RTLZ langskomen. Je ziet het op het, op het journaal misschien. Nou, het journaal gaat wel heel ver. Dat is bij 40k misschien weer of zo, weet je wel. Ja. Ik denk bij 43,5, dat dat soort mensen wel eens iets hebben. Oei, ja, is dus even kijken of we dat Bitfavor accountje nog eens af kunnen stoppen. Ja, even doet, kijken of die nog, nog werkt. Ja, nou ja, of die hebben daar de stablecoin staan. Van nou ja, wanneer time ik dan? En het probleem ja. is met dit soort dingen dat je dan denkt: ik wacht wel op een pullback. En die komt dan niet. Nee. En hij gaat nog wel een keertje terug naar de 17,5. Ja, dat was een heleboel mensen. We krijgen een uh, schouder-hoofd-schouderpatroon. En de rechterschouder 17,5. Dan stap ik in. Ja, 19,5. werd het niet ingestapt. Nou, dan gaan we straks die, die 22,5 nog terug testen. Nooit gebeurd. Dan gaan we de 25 nog een keer terugtesten. He, heb ik ook geroepen. Dat ik zou het comfortabel vinden als we die 25 nog een keer zien. Nou, gebeurt niet. Gewoon dwars er doorheen. En dan elke keer denk ik, ja, dan wacht ik wel op de volgende pullback. En die komt dan niet. Dat is wel het karakter van, van markten. Doet goud nu ook? Hoeveel mensen hebben niet gedacht. Ah, er komt nog een pullback naar 1850 dollar. Dan pak ik hem ook. Nou ja, gaat gewoon door naar 2000, boven de 2000. En dat is, dat is, dat is soms in, in marktcycli is dat soms gewoon wat er gebeurt. En dan is de vraag. Stel dat er een pullback komt. Stel dat hij dan nu terug gaat naar 24. Stap je dan wel in? Of denk je dan. Fuck, ja, nee, nu gaat het helemaal mis. Nu, gaat hij echt naar, nu gaat het echt, gaan we echt naar nieuwe bodems. Dat is namelijk wel hoe sentiment van de markt ja. werkt. Dat zijn ook wel, je loopt wel het risico om, um, um, als, het, als het dan heel hard stijgt... en er zit een positief momentum in, dat je dan denkt van... ja, nu ben ik te laat. Ik wacht wel tot die pullback. En komt die pullback, dan denk je van... ja, nee, maar nu gaat alles mis. Nu stap ik niet in. Weet je wel? Dus het is, ja, het is wel... Wat dat nou, het gaat een... vaak gepaard, vooral die negatieve uh, um, koersbewegingen... Uh, meer, ja, die gaan vaak gepaard met een heel duidelijk aanwijsbaar... Nieuws. Ja, ja. Nieuws inderdaad. Dus ja. dan is het met FTX. En dat, dat, ik zal je heel eerlijk vertellen: dan heb ik ook zoiets van. poh, joh. Wij waren echt wel, met z'n drie, wel echt teleurgesteld en een beetje geschrokken van, jezus, dat dit. In onze industrie kan het doet wel een beetje ja, pijn, weet je wel? Weet je Sam. Ik ben niet boos, maar wel teleurgesteld. <laughs> ja, precies. Ja, jij bent ook jij bent een echt ervaren vader, weet je wel? Jij <laughs> ja, weet hoe je dat soort gasten aan moet pakken. Maar voor mij, hè, weet je, als misschien toekomstig vader, eh, ik heb niks te vertellen overigens, dat zal ik doen als het zover is, ooit. Maar nee, maar het, ja, ik weet niet, dat dat is niet. En het, je hebt het andere kant op wat je zegt ook, dan is er vaak wat minder wat iets aan te wijzen, maar dan hangt er wel zo'n extatisch sentiment, waar iedereen, eh, ja, zo'n kinderfeestje, waar iedereen net een, een blikje cola te veel heeft gekregen met suiker, eh, dat, dat iedereen staat te stuiteren op, op, op het feest van, dat, iedereen valt net over elkaar heen van, ja, ja. De, we gaan nu echt naar de 70 of de 100.000 misschien wel, ja, dat en, dat, dat klopt. en, en wat je nu jezelf beschrijf... dan maar is, dat is best wel moeilijk. Ja, ja nee, precies. Dus dat is de psychologie van de markt. Hè? En dat is wat ja. het moeilijk maakt. Um, en dat is waar wat ook het verschil is tussen uh, zeg maar uh, uh, amateurs, consumenten, ondervaren handelaars. En. Hallo. En, ja, ja nee, wij, uit, wij, allemaal, hè, wij allemaal en het topje van de professionals, dus de, zeg maar de, de, de echte ervaren professionals die zijn in staat om, uh, om hun emoties uit te schakelen. Nou, Peter heeft ook wel eens dingen over geschreven hè, en ook uh, hebben we het hier over gehad van uh, het is het zou eigenlijk een rationele activiteit moeten zijn, zoals je, je, je de bouw van je huis plant of zo. En dat doe je ook niet op emotie, dat doe je, ga je nadenken over oké okay, wat is mijn budget, nou, wat heb ik Ik heb laatst keuken besteld met mijn vriendin. Ja, nou, dat's, dat's, dat, maar dat zijn ook de valkuilen. Kom oh, wel nee. wat emotie, kijk hoor. Of een bureaukrukken, of wat was het van die hoge krukken wilde, ja of uh, nee. Misschien, oh, misschien zijn het consumenten zijn. Alles, uh, ja. bij alles. Maar het mooiste ja, maar, zijn als je het... Ja. Nou ja, Bert, ik zit er weer te denken. En aan de ene kant helemaal eens. Er zit natuurlijk een enorm verschil tussen professionals en consumenten, noem het maar op. Maar als ik dan hoor uh, hoe die, uh, in dit geval die VCs, uh, al hun klanten hebben staan bellen van trek je geld nu uit uh, S uh, Silicon Valley Bank. Ja, god, er kwam ook wel wat emotie bij kijken. Dat was, anyway. Maar goed, anyways. Ja, dit is, maar maar dit is, we... Het is ook goed dat Bart niet de marktupdate schrijft. Wat <laughs> ja. wil niet? Instappen allemaal! Oh nee, uitstappen! Nee, helemaal niet. Ik heb altijd, ge altijd gezegd: uh, ik, ik, denk niet, ik denk dat het heel moeilijk is. Uh, om... Ik denk niet dat je zo professioneel kan zijn dat je je geld mee kan verdienen. Het enige wat je kan zijn is dat je op de een of andere manier zo professioneel bent. Dat je meer kennis hebt tot de, uh, uh, dan de rest. Of uh, de, 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 de mogelijkheid hebt om een grote hoeveelheid informatie sneller te verwerken dan de rest. Of beter te verwerken dan de rest. Ik weet dat ik dat niet kan. Dus ik zit hier naar mijn DCA-sheet te kijken. Nou, dan denk ik ja, toch best een mooi gemiddelde de afgelopen ja. vijf maanden. En ik heb er nul stress van gehad en nul over na hoeven denken. Dus dat zou ja, mijn ja, marktupdate ja, zijn. Ja, ik de 25ste, het... gewoon instappen elke keer. Ik zag keer, pas een analyse van iemand die uh, zei van, van als je op, op elke dag um, ooit in de historie zou zijn begonnen met DCA van bitcoin, sta je nu in de plus. Ja. En dat was natuurlijk niet zo. Hè? Dus op um, ergens in november als je was begonnen in juli met DCA stond je in de min. Ja, hè? Want klopt. je hebt natuurlijk elke keer lager. Maar nu inmiddels zijn we alweer zover. Zo'n zo soort analyse zag ik. Of, 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 of een paar dagen nog niet. Maar in ieder geval dat, er, zijn, er zijn maar hele korte periodes dat dat het geval is tot nu nou, toe. Maar ik maar dat ik denk dat allemaal... je er nu al bent hoor. Als ik nu zit te kijken heb ik een periode van uh, eigenlijk heel 2021 die zijn allemaal dik in de min, met als uitschieters min 50%. Maar ik heb nu bijvoorbeeld alweer periodes in 2022, eind 2022, die 70%, één maand 70%, november 80%. December 70%, januari 70%. Ja, dat heft elkaar toch alweer aan. Het gaat wel hard hè? Ja, ja want je, ja, je stekt gewoon minder sats in, uh, in uh, de maanden dat op, je, op de all-time high staat. Maar je stekt heel veel meer sats in die maanden dat je heel ja. laag staat. Ja. Vier keer zoveel namelijk. Dus dat helpt dat, Maar dus, 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 ah, ik, dus, ik zou nog wel even willen onderstrepen, want uh, uh, ja. Dat dat soort emotionele beslissingen, dus wat Bart net beschreef en Bert de andere kant van liet zien, dat dat daadwerkelijk jezelf heel veel geld kan kosten. Die, um, um, dit is ook een van de redenen dat we destijds gestart zijn met, met Bitcoin Alpha. Om um toch structureel en mensen erop te wijzen um, dat het inbrengen van emotie in je handelen en dan heb ik het even over handelen uh, het wisselen van euro's Trading. naar bitcoin of weer terug het traden um, het, dat dat over het algemeen meer pijn doet dan dat het je oplevert en dat is aan de, de ene kant aan en de andere kant om te laten zien um, hoe, hoe, hoe werkt dat dan als je met een rationele bril op ja. structureel naar de markt kijkt en wat, wat, wat levert dat dan op hoe werkt dat dan met, in scenario's denken en hoe kun je daarop acteren en ik denk dat dat on, super waardevol is. Het, 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 jezelf beschermen tegen hele kostbare fouten. En jezelf aanleren um, hoe je verstandige en beter onderbouwde investeringsbeslissingen kunt nemen. Ja, nee, exact, helemaal. Hè. Dus dat is precies, uh, daar komt de naam Alpha ook vandaan. Hè. Dus Alpha is eigenlijk het hebben van inzicht dat anderen niet hebben. Um, en um, kijk, de markt in zijn geheel is, is efficiënt, zegt men dan. Hè. Dus die verwerkt alle informatie. Maar dat kan je bij crypto nog wel afvragen. Hè. Want er is natuurlijk een heel groot gedeelte van de markt die allerlei inzichten niet heeft. En ook heel uh, onhandig handelt, zeg maar. En het is vervelend als jij daar onderdeel van bent. Dan is de markt misschien wel efficiënt, maar dan eet die je op. Uh, en um, kijk, DCA is best een hele um, zinvolle strategie. Hè. Als je zegt van ik acht mezelf niet in staat om die momenten uit te kiezen dat de koers dat 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 het dat het activum ondergewaardeerd is. Met andere woorden dat de koers lager is dan de waarde. Dat is eigenlijk wat je wat je Um, hè, wat, je, wat je zegt te kunnen... als je een actieve strategie hebt... dan zeg je van oké... Okay, ik ben in staat om van iets te zeggen... Het is, de koers is nu lager dan wat het eigenlijk waard is... en dus koop ik het... zodat, de koer, hè, zodat ik dat verschil inloop... en dan maak ik winst, weet je wel. En dan zit natuurlijk allerlei methodologie omheen... Uh, dat je niet te veel risico neemt in één trade... dat je stoploss goed moet plaatsen enzovoort allemaal... maar dat, dat, zijn, dat is meer de praktijk. Um, maar DCA-un gaat wel... Uit van, van een, van een bepaalde, bepaald scenario, namelijk dat de uh, toekomstige waarde van Bitcoin hoger is dan die in het verleden, He, dat de adoptie doorgaat met andere woorden. Als dat niet zo is, ja, dan DCA je naar nul toe. He, en, en nog iets anders wat het aanneemt, dat is dat de, de allocatie van Bitcoin in jouw portefeuille past bij de rest en bij je levensfase en bij je toekomstplannen. En dat is wel een aanname die je doet als je gaat DCA'en. Het kan ook zijn dat je door al DCA'en op een punt komt dat je eigenlijk overweight bit Bitcoin bent, dat je eigenlijk te veel ervan hebt voor wat goed is voor je eigen risicotolerantie, voor je gemoedsrust, je nachtrust, je, je levensfase, datgene wat je ermee wilt. Dus ja, dan, dan kan je wel zeggen: ja, nee, maar DCA is de heilige strategie. Maar dat past op dat moment. Is, is er een andere strategie beter? Misschien moet je wel je positie afbouwen. Ja. Dus er zijn allerlei. Um, Um, uh, andere perspectieven op het beheren van je eigen vermogen. Um, Waarbinnen dollar-cost averaging, hè, dus elke maand een vast bedrag aan iets kopen. In sommige omstandigheden is voor sommige mensen een handige strategie, is. maar niet in alle omstandigheden en niet voor alle mensen. En dat nee, is de reden je, je dat we met de... Bitcoin Alpha, de, dus mensen ook helpen: van oké, okay, wat is waar zit jij op je reis en wat, dat, nee, wat je is voor jou de, nu handig? Je, is. Je, je slaat de spijker helemaal op zijn kop, want het is inderdaad: het, het gaat allemaal in mijn geval uit van het, van het scenario van dat Bitcoin, uh, als je het puur even over investeren hebt, dat dat meer waard wordt. En de redenen, nou, daar hebben we het elke week over. Ik denk dat er vragen zijn naar decentraal geld en een anker en een hoe noem je dat? Anker ten opzichte van fiat currencies en weet ik het allemaal. Daar hebben we het al honderd keer over gehad. En dus helemaal eens. Maar ook voor mij vind ik het, zeg maar, de reden voor mij, zeg maar, om alsnog alle marktupdates updates uh, te luisteren. Ja, is natuurlijk ten eerste omdat ik de host van deze podcast ben en omdat we samen Bitcoin Alpha schrijven. Maar ik lees ze alsnog omdat ik. Constant wil testen, of constant, elke week, elke maand wil testen of die, dat scenario wat ik heb, namelijk dat Bitcoin uh, een anker is, namelijk dat Bitcoin decentraal is, namelijk dat Bitcoin mondiaal is, namelijk dat het beveiligingsconcept, beveiligingsbudget nog ergens op slaat of niet. Nou, ja, dat wil ik in de gaten houden. Ook al DCA ik elke maand. Dus dan nog is het belangrijk om dus al die informatie tot je te nemen. Anyway, dus voor iedereen is Bitcoin Alpha een fantastisch product. Probeer het ja. uit. 14 dagen op bitcoinalpha.nl. Laten we even een voorbeeld nemen. Stel je bent jong, je hebt een ton gespaard. Uh, Overwaarde van je huis. Weet ik veel van je ouders gekregen. Je hebt het zelf verdiend. En je denkt maar 10% bitcoin dat moet kunnen. Dus niet zo gek, 10% als je jong bent, prima. Dus je koopt 10.000 euro. Voor 10.000 euro koop je drie bitcoins. Ergens in periode 2019 maar. bijvoorbeeld, oh. of, ja. in, uh, de, of Vroeger, in de, de coronacrash van 2020, je hebt drie bitcoin. En die zijn een jaar, twee, anderhalf jaar later, zit zitten op uh, 69.000, zijn die twee ton waard, die drie bitcoins. Die zijn dan op dat moment 66% van je portefeuille geworden. Ja, het was 10%, dus nu 66%. Wat moet je dan gewoon maar vasthouden forever, wetende dat marktcyclusen zijn, dat het ook weer bij markt komt... Of is dat het moment dat je zegt van nou, het is voor mij nu levensveranderend? Ik, ik doe er iets mee. Maar wat is dan, wat voor soort karakteristieken heeft zo'n moment dat je dan besluit nou, nu ga ik iets van tafel halen? Niet omdat ik niet meer in Bitcoin geloof, maar omdat, kijk, laten we wel wezen. Als je zegt Bitcoin is een investering, een belegging, of voor mijn part Bitcoin is geld, of digitaal goud, maakt niet uit, zeg maar. Wat is geld? Wat is de essentie van geld? Je kunt een economische definitie pakken: hè? store of value, medium of exchange, unit of account natuurlijk, maar je kunt ook een wat meer, um, zeg maar, observerende definitie pakken. Namelijk, geld is alles wat je koopt, met als enige reden om het ooit om te ruilen tegen iets anders. He, dus eten koop ik met als reden om het te eten. Dat ga ik niet weer ruilen. Hè? Maar, 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 maar iets wordt geld zodra, je het, zodra de enige functie ervan is het ooit tegen iets anders in te ruilen. Dat was goud ook. De geldfunctie van goud is het hebben om het tegen iets anders te ruilen. Je hebt ook een nutsfunctie van goud hè, om uh, chips te maken of om in je oren of uh, ketting, weet ik veel, hè, dus als sieraad. Maar de, de, de monetaire functie van goud is het weer te kunnen ruilen tegen iets anders. Je eet goud niet op, je bouwt er geen huis van. En dat betekent dus dat als jij bitcoin bezit als geld, als digital, gold, als investering, als belegging, dat je dus redeneert over wanneer ga ik het dan ruilen tegen iets anders. Wat is in mijn leven van betekenis? Is dat, is dat pensioen? Is dat een reis? Is dat een, een, een bruiloft? Is dat een huis? Is dat kinderen die studeren? Is dat misschien nog, nog 30 jaar bewaren? Misschien, misschien ligt mijn doel wel over 30 jaar in de tijd en kan ik er nu nog niks mee, maar ligt dat gewoon daar, pensioen of zo? En um, wil ik, ze zeggen van de kans is niet nul dat bitcoin ophoudt te bestaan. Dus wil ik differentiëren. De strategie om vermogen op te bouwen is een totaal andere strategie dan om vermogen te bewaren. Dat zijn twee heel verschillende soorten dingen die je dan moet doen. Concentration builds wealth, dus met concentratie bouw je vermogen op. En differentiation. Preserves wealth. Hè? Dus met differentiëren kan je vermogen bewaren. Maar als je heel erg differentiëert, daar bouw je eigenlijk niet zo snel vermogen mee op. En ja, dat is heel lastig, want het ene gaat omhoog, terwijl het andere naar beneden gaat. Dat is precies wat je dan wil als je differentieert. Dus, um, nou ja, goed. Dat, dat is even, uh, even een. Um, Um, uh, wat gedachten over waarom het zinvol is om, om naar die marktcyclus te kijken. Waarom marktupdates zin hebben. Waarom het, en het gaat niet alleen maar om eventjes een checkbox van nou gaat Bitcoin al dood, ja of nee? Nee, mooi, dan gaan we door. Nee, er is meer om over na te denken. Uh, en, en waarom is dat nuttig? Nou, uh, ik maak even het overstapje. In de, nee, in de, in de Alfa van afgelopen vrijdag, de Bitcoin Alfa van vrijdag, toen, we het, toen maakte ik de vergelijking tussen de, 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 markt, de vorige marktcyclus en de huidige marktcyclus. Uh, dus in 2017. Toen, um, uh, toen was de, de piek van de vorige boelmarkt op 20.000 dollar, en daarna um, uh, zagen we het grootste gedeelte van 2018. Die koers stuiteren op eigenlijk de... alweer de vorige, vorige boelmarkt? Nee, nee, nee. De... Ja, klopt. De vorige marktcyclus, als je die even van Ber naar Ber doet, hè? Van Bermarkt ja. naar Bermarkt. Ja, markt. precies. Oké, okay. ja, um, Maar, maakt het er niet uit? Nee, niet uit. Misschien even. In ieder geval die van 2017. Het ja, grootste gedeelte van 2018 stuitte die koers op de 6000 dollar, zo'n beetje. 5800. En tot, tot um, die aan het eind van 2018, Ik geloof ook november trouwens, grappig genoeg. Want het was ook november 20, 2022 natuurlijk, vier jaar precies ertussen. Toen. Zakte hij daardoorheen en kwam de bodem van die markt op 3100 dollar in december 2018. En in 2019 steeg hij daar weer boven, boven die 5800 dollar. En daar zag je eigenlijk dat um, uh, die 5800 dollar, dat was een beetje de, 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 de scheidslijn tussen de bullmarkt van 2017, 18 en de Bearmarkt van 2019. En um, toen hij boven kwam, kwam je eigenlijk uh, het in deel van 2019 en 2020 in een soort. Ja, um, um, herstelfase. En die koers lagen tussen de 6000 en de nou ja, laten we zeggen, 12.000 dollar of zo, weet je, die, 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 die richting of 11.000. Daar heeft hij de hele, die hele tijd tussen gezeten. Hè? Dus je zag eerst die koers stijgen in 2019, toen we naar beneden. En in 2020 had je natuurlijk de corona crash, maar even, even los van het piekje. Het ging heel snel weer terug naar 9000 dollar. En weet je, dat is het bereik van waaruit de nieuwe boelmarkt ontstond in 2, eind 2020. Die boelmarkt ontstond nadat daarvoor meer dan een jaar, bijna anderhalf jaar, die koers rond rondom de 10.000 dollar, het is tussen de 6 en de 12 of zo, een beetje in dat gebied heeft gezeten. En um, die nieuwe boelmarkt, zeg maar echt de boel, als we het hebben over de boelmarkt, de vorige boelmarkt... dat was boven de voorgaande all-time high. Het begon pas echt toen we boven de 20k kwamen. Toen werd iedereen pas weer enthousiast. Dus Bart, jij had het net over wanneer gaan, gaan, gaan die mensen dan weer instappen. Nou ja, de grootste instroom van retail, van consumenten, van, dat gebeurt tijdens de hype, tijdens de euforie. En dat is pas nadat je de voorgaande all-time high uh, door bent. Dat is niet alleen bij Bitcoin, dat is bij heel veel markten zo. Dat zul je bij goud straks ook zien en bij zilver. En die gaan. Overigens, ja, het is nu niet dat ik in de glazen bol zit te kijken. Maar ik denk dat die ook een nieuwe boelmarkt ingaat. <laughs> en als dat zo is, dan zul je zien dat boven de all-time high dat ook daar weer heel, dat heel veel enthousiasme komt en je die versnelling ziet. Dus je zou in retrospect zeggen heel veel mensen van, had ik in die hele lange periode, zo tussen de 6, 7, 8, 9000 dollar had ik daar maar gekocht. Dat was mooi geweest en niet pas op 35 of 40. En nu komen we dus mogelijk in hetzelfde soort bereik. Die 28 met 8, zeg maar 30, 30 tot 48.000 dollar zou ik zo eventjes... of 30 tot, tot 53. Weet je, die, die range, 53, is ook een betekenisvol getal. Dat is ook het punt dat bitcoin een S-klasse van 1 biljoen dollar is. Dat zou best eens een jaar lang de range kunnen zijn waarin... Ja, waarin die accumulatie plaatsvindt, dat voelt best wel hoog, hè? rond de 40.000 dollar, is best een serieuze koers. Maar als er daadwerkelijk een nieuwe boomart komt, in 2024, waarin je weer boven de huidige all-time high gaat en dan waarschijnlijk ook naar boven de ton, ja, dan zullen mensen zeggen: Tjo, had ik maar tussen die 30 en die 40 gekocht, weet je wel? Dat is dan vergelijkbaar. Als je dat, um, als je die, 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 die die fractal, zou, hè, dus de gelijkvormigheid zou pakken met de vorige boelmarkt. En dan zou dat, zou dat kunnen dat dat, een, dat vergelijkbaar is met die, nou ja, zeg maar 6.000 tot 12.000 dollar in 2019. Vier jaar geleden. Uh, um, april 2019 was het ook dat hij daar boven door die 6.000 dollar heen ging. Gek, grappig genoeg. Ja, wat dat betreft die vier jaar cyclus die blijft maar toch maar weer terugkomen. Hè? Ook al hebben we allemaal argumenten dat het helemaal niet logisch meer is. Maar goed, waar komt dan de vraag vandaan? Ik wil nog heel eventjes ook naar uh, Jay Powell voordat we afsluiten. Waar komt de vraag vandaan? Ja, dat is wel interessant. Niet uit Verenigde Staten en Europa. Daar zijn vooral mensen nog heel erg chagrijnig en boos en teleurgesteld en dat soort dingen. Maar in Azië en in het Midden-Oosten is dat anders. Latijns-Amerika overigens ook wel, maar Azië, dat, dat springt er toch wel uit. En ja... Ja, Azië is groot, hè? we vinden ons heel wat hè, met Europa, 400 miljoen mensen. Maar ik geloof, je hebt, je, hebt, je hebt misschien dat kaartje wel eens gezien op social media. Zie je zo'n wereldkaartje en dan bij Azië is er zo'n rondje getekend. En zeggen ze ja, de, de helft van de wereldbevolking woont in dit rondje. En dat is dan, ja, ja we doen China 1,3 miljard of zo, India 1,3 miljard. Dan, heb je al, uh, dan, dan zit je al op een derde. Dus um, ja, dat zijn gewoon een hoop mensen. En daar, daar is de sfeer anders. Um, en ik pak even een. Uh, Peter had het mooi uitgeschreven. Het um, mailtje staat natuurlijk niet meer open. Dat is jammer, maar dat heb ik er zo bij gezocht hoor. In, in Hongkong um, is namelijk. Um, oh nee, dat is de verkeerde. Maar in Hongkong gebeurt ook van alles. Dat Daar gebeurt een boel. Nou, de, 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 de minister van Financiën in Hongkong. die schreef een blogpost. En daarin blikt hij vooruit naar een Web3-congres. wat er binnenkort is: de um, Digital Economy Summit. En uh, hij noemt decentrale technologie essentieel voor het oplossen van problemen in de reële economie rond transparantie, efficiëntie en inclusiviteit, veiligheid en centralisatie. Quote, digitale activa hebben een bewogen tijd achter de rug, maar we geloven dat nu het juiste moment is. Om Web3 vooruit te helpen, zegt de minister. En hij belooft daad bij woord te voegen in de vorm van bijpassende regels, adequaat toezicht en investering in educatie, evenementen en start-ups. De minister van Financiën van Hongkong, Hongkong is, is natuurlijk uh, nog meer dan uh, decennia hiervoor een uh, soort van onderdeel van China of verbonden ja, aan hoe, China. Hoe staat het eigenlijk met uh, Hongkong? Nou, het was het was natuurlijk echt helemaal los. Ja. Het was echt een vrijhandelszone. Alleen ik geloof dat het, dat, dat, dat het twee jaar geleden of zo ja, ja, dat er een soort van uh, een periode afliep en toen hebben ze gezegd van, nou, dat gaan we ook niet verlengen. Het gaat nu meer onder, onder het Chinese in de Chinese invloedsfeer vallen. Um, ja, dus het is toch wat je wel ziet, is dat het toch een soort verlengstuk is van China. er zijn ook bedrijven die in China actief zijn, die dan in Hongkong gevestigd zijn en zo. Maar goed, de, 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 de echte, ik ben geen Hongkong-China kenner. Dus dit zijn een beetje mijn zijlijn observaties. Maar het zit wel in, de, in, in, in die sfeer, in de invloedssfeer van, van China. Ja. Dus ja, weet je, het, het hele beeld van China gaat het verbannen en wil helemaal niets meer ervan hebben en alles weg en alles uitbannen en alles verbieden. Ja, dat lijkt dan toch allemaal wel weer iets anders te liggen. Um, en nu noemen we even Hongkong, die pikken we er even uit. Maar ga je in Singapore kijken of in Zuid-Korea, dan zie je zelf de soort energie. Zelfs in Indonesië bijvoorbeeld, ook natuurlijk een heel groot land. Um, daar, daar, is men, daar heeft men niet die hele diepe bear gevoelens die wij hebben. Dat zie je daar veel minder. En je ziet dat op allerlei plekken terug. Dus in projecten die daarheen verhuizen... Uh, exchanges die ze daar vestigen. Developers, het Electro Capital, die maakt regelmatig zo'n developer rapport. En daar zag je ook weer dat er in Amerika een relatief een lager percentage van de, de, de crypto-developers, inmiddels tienduizenden wereldwijd zitten. En dat in, 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 in Azië blijft groeien, weet je wel. Dus dat is heel. Ja, we, ja, we, we moeten ook um, voorzichtig zijn met te veel focussen op die heel vocale en Amerikaanse bitcoiners of crypto-mensen die moord en brand schreeuwen over de ellende in Amerika. Want er is gewoon nog een heel groot ander stuk van de wereld, en die gebruiken hetzelfde bitcoin-netwerk. En die kopen dezelfde sats. Dus daar komt de vraag mogelijk, in ieder geval voor een gedeelte, zeker voor een gedeelte en mogelijk voor een groot gedeelte vandaan. Dus dat is interessant om dat even het achterhoofd te hebben. Nou, deze week beloofde heel turbulent te worden. We hadden dus de, de Amerikaanse inflatiecijfers gisteren. De, de notulen van de voorgaande FED-meeting werden ook, ook gisteren bekendgemaakt. Vannacht was de Chapella-upgrade. Daar hebben we het straks nog wel eventjes over. Een Ethereum-upgrade. Maar het viel eigenlijk allemaal wel mee met die volatiliteit. Uh, dingen waren redelijk conform verwachting... Um, ja, dus nu is de vraag, macro-economisch is de vraag van wat gaat er nou verder gebeuren? Hè? Wat gaat, gaat Powell nog ons verrassen? In 3 mei is de volgende renteverhoging. Dat, dat, dan, dan gaan we, dat is of de laatste renteverhoging of, of die is al geweest. Hè? Dat is een beetje de, de consensus. Zowel van de Fed zelf als van de markt. De markt verwacht eigenlijk dat de rente in de tweede helft van dit jaar gaat dalen. Ja, dat is de reden dat de dollar ook zwakker wordt, dat de Amerikaanse rente al nu al daalt, de marktrente. Um, uh, en dat is de reden dat goud ook stijgt. De reële rente die um, uh, daalt, dan stijgt goud vaak, een omgekeerde verhouding. Um, en ja, eigenlijk wat je ziet bij Powell, dat stond ook in de notulen, dat een, dat een gedeelte van die vetmensen die zegt... van ja, we verwachten inmiddels eigenlijk ook wel een lichte en milde recessie. Eh, dus er komt toch al wat meer ja, berusting van. Ja, weet je, als je doet wat wij doen. dan kan het ha haast niet anders. dan dat je een recessie veroorzaakt. Wat is dat dan doen wat wij doen? Nou, dat is sturen op lagging indicators. Dus ze sturen op de achteruitkijkspiegel. Eh, dus de, 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 het mandaat van de Amerikaanse Centrale Bank is. inflatie laag, dat wil zeggen. prijsstabiliteit, dat is het letterlijk, maar dat betekent laag inflatie. En eh, lage werkloosheid. Of. Eh, hoge arbeidsplekken. Maar dat zijn allebei zowel werkloosheid als inflatie... zijn de meest lagging-indicatoren van, van de conjunctuurcyclus. Uh, die, komen, die komen helemaal aan het eind. Er, er zitten allerlei dingen al voor waarin je eigenlijk met z'n allen al kan zien... Ja, ja, hij gaat tegen de muur. Ja, ja als zo toch, ja, dan komt loopt hij het schip vast. Ja, ja, er zit nog iets dichterbij. Hij, gaat echt, hij komt echt tegen de muur. Nog een paar maanden verder. Ja, ja het is echt onvermijdelijk. gaan tegen de muur. En dan gaat hij tegen de muur. Oh, zegt de vet. Hij is tegen de muur gevaren. Ja, joh. No shit. Maar dat is een beetje het probleem. De economie is een oceaanstomer. Ja, het heeft niet zoveel zin om in de achteruitkijkspiegel te gaan zitten sturen. Ja, dat is wel wat we doen. En daarom zijn ze veel te laat die rente gaan verhogen. Toen de inflatie echt al heel hoog was. Ja, nu... Heb je eigenlijk haast de garantie op de volgende stuurfouten? Namelijk, ja, de economie loopt vast, de recessie, bankencrisis, problemen op de obligatiemarkt, en dan zullen ze ineens de rente moeten gaan verlagen. En dat is eigenlijk wat de markt vertelt: dat ze de waarschijnlijkheid van dat scenario best wel hoog zien. En, en um, alleen wat gaat er precies gebeuren? Nobody knows, niemand weet het. Het zijn allemaal hypotheses, het zijn allemaal scenario's, het zijn allemaal mogelijkheden. Maar we weten het gewoon niet. Niet wanneer en niet hoe. En dat is lastig. Dus dat betekent dat financiële markten voor de the time being. Ja, maar het gewoon doen met wat er nu is. En dat is wel interessant. Ik wil afsluiten met een grafiek van um, TXMC. Dat is een analist die uh, we hebben in, in onze jaaropening van Bitcoin Alpha ook wat van hem behandeld. Hij heeft namelijk onderzoek gedaan um, naar de afgelopen tig 20 of 30 conjunctuurcyclussen. En hij heeft gekeken in al die conjunctuurcyclussen. hoe volgen verschillende gebeurtenissen elkaar nou op? Heel, dus je ziet op een gegeven moment zie je dat, de, dat de inkoopmanagersindex omlaag gaat. en dat op een gegeven moment de verkopen omlaag gaan. en dat de winsten van bedrijven omlaag gaan. consumentenbestedingen gaan omlaag. voorraden lopen op. Um, uh, je ziet de werkloosheidscijfers op een gegeven moment gaan oplopen. de inflatie, weet je. allerlei dingen kun je. je kunt die ten opzichte van elkaar. kun je die ordenen en je kunt er ook wat zeggen over de aandelenmarkten. He, wanneer, he, wanneer gaan die dalen? Wanneer ligt, waar ligt de bodem? De rentecurve. En hij heeft dat dan elke keer georderd en volgordes neergelegd. En dan kom je erachter dat die volgorde in elke cyclus eigenlijk anders is. Elke cyclus heeft zo zijn eigen unieke verloop van dingen. He, dus je kunt wel iets zeggen over, nou, gemiddeld. Duurt het zo lang nadat de yield curve inverted is voordat de aandelen crashen of zo. Dat kan, dat kan je zeggen, alleen dat gemiddelde er zit een enorme spreiding omheen. En hij liet zien van oké, okay, hoe verloopt nou de aandelenmarkt nadat de Fed stopt met renteverhogen? Dus je hebt een verhogingscyclus en op een gegeven moment stoppen ze met verhogen. En hoe gaat daarna die aandelenmarkt verder? En dan zie je, dat is heel, heel opvallend, dat. Um, van de 13 die hij dan tekende, dat er, ik geloof, 10 nadat de verhoging stopt, later nog een bodem neerzetten. Maar als je naar 9 maanden kijkt, 9 maanden na het moment van de laatste verhoging, dan staan 8 van de 13 in de plus. Sommigen hebben al gebodemd, dus logisch dat ze in de plus staan. Sommigen moeten nog bodemen. He, dus de FED stopte bijvoorbeeld in 2006 met verhoging van de rente, en in 2008, 2009 crashte die beurs pas. En dus het kan best zijn dat de komende maanden, het kan zelfs nog zijn dat de rest van het jaar de aandelenmarkten stijgen. Dat past prima in het plaatje van later een recessie en later nog ellende. Dus, dus het feit dat, ja, dat je nu zo langzamerhand aan de horizon recessieachtige dingen ziet opdoemen, betekent niet dat we dus vanaf nu naar beneden gaan. En dat, dat is denk ik belangrijk om in je gedachten te houden. Um, um, ja, het zou heel goed kunnen dat er nog best wel wat ellende in de zin van uh, aandelen, crashes en we voor de, voor de boeg hebben kan. Wat dat betekent voor Bitcoin? Nou, dat sowieso dat weten we niet, want Bitcoin heeft nog nooit echt zo'n recessie meegemaakt als het zou gebeuren, of een bankencrisis, hè, want de vorige bankcrisis in 2008, toen moest Bitcoin nog ontstaan, zeg maar. Dat was juist de oorzaak. Ja, dus precies, we, ja. we, we, we weten helemaal niet uit ervaring wat er gebeurt. Nou, als je dan zegt van nou, dan kijken we naar. Goud of naar aandelen om, t, om, om een gok te doen. En zelfs daarvan moet je zeggen, ja, dat verschilt zo ontzettend per bear markt hoe dat dan verloopt, dat je ook daar heel weinig over kunt zeggen. Dus het zou mij bijvoorbeeld niet verbazen dat, dat we gewoon het bereik van 30 naar 40.000 dollar ingaan. En dat er op een gegeven moment daadwerkelijk echt iets misgaat in de financiële markten. En dat je dan een soort crash krijgt waar bitcoin ook in eerste instantie in meegaat. En dan een heel snel herstel, terug die range in. Zoals met corona. Stond op 9.000 dollar, een hele diepe crash. Een paar weken later terug op 9.000 dollar. En dat zou best een verloop kunnen zijn. Nou goed, de mensen die allemaal aan de zijlijn staan, die kunnen dan kopen... Ik geloof je, dan durf je het niet. <laughs> Want zo werkt dat. Ja, maar dus goed, dus, uh, ja, wat kunnen, we gaan het allemaal in de gaten houden. Hè? Alleen ja, je kunt heel moeilijk nu zeggen: van nou ja, dan gaat dus ook Bitcoin nog dit of dat. Ja, nee, uh, het is een wereldwijd fenomeen. Er zijn allerlei stukken in de wereld waar het voor de wind gaat. Mensen blij en happy zijn en Bitcoin kopen. En um, ja, dus voorkom ook dat je te veel in het Amerikaanse Jerome Powell tunneltje komt te zitten. Ja, dat lijkt me een goede, goede afdronk. Um, dan is het tijd om het eens dus even over wat nieuwtjes te gaan hebben. Pedro, dan trek ik jou eens even aan je, aan je haren, sleep ik je erbij, en die prachtige, prachtige donkerbruine lokken van je, die uh, is krullenbol. Maar, is je niet te hard trekt. Nee, zeker niet. Dat, Dat is liefde haar liefde. Nee, maar gewoon een klein. Hoe noem je dat? Een Turk zouden ze dat in Amerika noemen. Van een kleine uh, flick of the wrist. Oké, okay, nou ik, even... ik, zal, ik zal eventjes een FTX-update er, erin mikken. Ja, laten we dat doen. Want um, uh, John Ray the Third, onze inmiddels uh, beroemde interim CEO van FTX, die kwam met een tussentijds rapport naar buiten. Hij heeft na een paar maanden heeft hij daar uh, allerlei uh, documentjes doorgelezen. Ik geloof dat het om. Uh, Duizenden, zo niet honderdduizenden, zo miljoenen, miljoenen had het, uh, over. stukken gaat um, die, die ze moeten doorspitten. En hij heeft dat op papier gezet daarover. Ja, en als je van plan was om niet te gaan lezen, doe dat maar niet. Want er staat eigenlijk heel weinig nieuwe informatie over. Wat hij doet is um, datgene wat hij al verteld had in zijn um, openings. Chapter um, dus 11 in, filing was dat bijna, ja, hè? Klopt. Ik, daar is ook gewoon een, een goed Nederlands woord voor. Maar ja. hij heeft ook een rapport geschreven waarmee hij die faillissementprocedure aftrapte. Uh, en daarin beschreef hij al natuurlijk al, um, uh, over. Hij vertelde over de, de totale wanorde waarin dat bedrijf zich bevond. Ik weet niet meer precies de quote, maar dat, dat, dat is haast een legendarische quote. Eh. Iets in de orde van: Ik heb nog nooit zo'n uh, ja, puinbende, puinbende <laughs> gezien. Zo'n grote ja, puinhoop heb ik en niet daar eerder de getroffen. A, a, aan toe zeg maar, en ik heb Enron uh, door een faillissement heen begeleid. Ja, zeg maar, uh, dus, de grootste scam uh, dus, of uh, dus iemand, iemand die de grootste puinhopen van uh, die, die we op de wereld kennen in financiële zin heeft opgeruimd, zegt. Dit, is, dit gaat alle perken te buiten. Ja, en dat ging dan over hoe, hoe FTX met klantengoeden omging. De voorkeurspositie van Elamida en, en hoe ze met veiligheidsmaatregelen omgingen. Uh, Meritor, die waren er niet. Um, nou ja, en, en dat verdiept hij eigenlijk in dit rapport. Uh, dus dus we, we weten nu nog iets. Wat we weten nu met meer zekerheid kunnen we zeggen van wat we al wisten. Het was daar een bende. Um, Daarbovenop, um, Kwam daarna, want gisteren woensdag, was er weer een zitting in het kader van die piercementprocedure. En daar waren FTX-advocaten. En die vertelden daar, die maakten daar bekend. Hè, dat is niet dat ze dat per se aan de pers bekend maakten, maar mensen luisterden mee. We hebben 7,3 miljard dollar aan klantengoeden teruggevonden. Nou, dat is niet niks. Dat is zo'n bedrag dat ik niet vaak onder mijn matras vind. We hadden um, in december al 5 miljard, toch? Het was toch eerst... Ik denk um... dat dit uh, cumulatief is, inderdaad. Ja. Ik, ja, ik, dus... ik, ik weet niet precies uh, hoe het verloop van het teruggevonden bedrag uitziet. Ja, ik, ik wil iets. En dat is wel heel kort even. Het was al in december of zo was het al 5 miljard. En, het, en nu was het 6,5. 3 miljard of zo, alleen dat is de huidige marktwaarde is dat zeven, die 7 miljard waar je het over ja. dus Ze hebben ook een stukje ja. koerswinst te pakken, dat is onderdeel Klopt. van die 7 miljard. Een beetje Mount Gox-achtige gekkigheid krijg je hier, waar ze een fractie van de bitcoin terug hadden gevonden, maar natuurlijk een, qua dollarwaarde enorm veel. Waar de Mount Gox uh, uh, mensen natuurlijk weer niks aan hadden. Die hadden zoiets: ik heb liever mijn bitcoin terug. Nou, want die ja. had er 30, zeg maar. Dat ze toen de tijd 100 euro waren. Of nou is dat een paar duizend euro geweest. zijn. Ja, hebben ze ook wel nodig. Want ik las dat ze alleen al in februari 30 miljoen dollar aan advocaten betaald hadden. En ja, dat geloof ik en wel, ja. Als ze wat door die uh, 100 miljoen, ja. miljoen aan, uh, ja. aan documenten heen moeten. Ik weet ja. ongeveer wat een, uh, een loonslaaf. Ja, Ja je ja, echt flashbacks naar je PWC-tijd. Dat, dat dacht ja. ik al, ja. ja, ja. Hey, maar die, 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 die berg met klantengoed bestaat voor uh, 2 miljard aan cash. 4,3 miljard aan crypto-activa. 300 miljoen aan effecten, aandelen bijvoorbeeld. En ook 600 miljoen aan toekomstige inkomsten uit investeringen. Nou, in, datzelfde, uh, in diezelfde zitting zei Andy Dieterich. Dus niet Dieterich of zo, maar Dieterich. Vind... Het <laughs> is een hele bijzondere achternaam. Um, dat ze ook overwegen om de. Exchange weer opnieuw op te starten. Hij zei er wel bij plaatsen kanttekening. Bedoelt als advocaat. Van joh, het is wel een van de vele opties die we overwegen. Maar als we dat doen, zijn er natuurlijk mogelijkheden om klanten te laten deelnemen in de Exchange. Waarmee die bedoelt um, dat de klanten misschien een deel van hun verliezen kunnen goedmaken uh, uit de, de, uh, de winsten die die Exchange dan in hun ogen denk ik hopelijk gaat zo maken. zou vet zijn als ze dat met een token zouden doen. Hè? Bijvoorbeeld. Doen hè, dat denk aan Dat hebben we vaker gezien natuurlijk. Hè? Dus het is dus niet een FTX nieuw idee. Token of zo, maar jij zijn, zag nee. dus ook dat FTT token dat schoot daardoor omhoog. Ik denk wel dat dat een hele risicovolle play is, want ja, dat denk ik ook. Ja. Uh, ik, ik denk dat wat die advocaat zei: van dit is een van de vele opties die we overwegen, dat het waar is. Het ja. dus is dat, dat deze opmerking niet betekent dat die Exchange per definitie weer. Uh, dan nou, de, de, kan je zeggen dat Gary Gensler waarschijnlijk in zijn hondenhok met de ketting <laughs> strak staat. als hij dit soort, uh, als hij dit soort uh, uitspraken hoort. Maar goed. Nou ja, Precies. En uh, er zou dan ook weer heel wat kapitaal opgehaald moeten worden. En uh, er zijn denk dat er heel wat boxen, boxjes moeten worden afgevinkt uh, voordat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Ja, dat denk ik ook. Daar ja. Kun je op speculeren, je kunt er een soort van call-optie opnemen door FTT tokens te, te kopen. En dat, dat doen sommigen dus ook in de markt. Maar we houden wel rekening mee dat dat heel risicovol is. Daar zouden we eigenlijk eventjes de disclaimer van virtuele munten, reëel risico bij moeten plaatsen. Ja, en dit is echt letterlijk virtuele munten als in, Ja, het is natuurlijk gewoon lucht. <tacht> Um, ik zag ook nog iets langskomen, daar uh, rapporteerde het FD ook over, over um, de manier waarop Alameda omging met hun eigen open posities. Um, in een bericht aan personeel schreef SBF, de Sam Bankman Fried, het als hilarisch dat de boeken van Alameda, dus de administratie, zo ordeloos was. Dus, dus zo slecht werd bijgehouden dat een normale controle ervan uitgesloten is. Even quote. soms vinden we uit het niets ergens 50 miljoen dollar aan bezittingen terug. Such is life. Ja. Nou. Ja, het geeft aan natuurlijk wat voor troep het was. Ja, kijk, ik vind. Ja ik moest ook een beetje aan Binance denken, toch ook. Want daar kwam, komen ook wel eens berichten vandaan van, vanuit CZ van oh, we hadden hier nog een paar miljard slingeren uit ja, een investering. Ja, ja. Oh, dat wisten we eigenlijk niet meer. Ik vind, hmm. Het is eenzelfde soort. Ja, en dan is het zit het de vraag... in dezelfde categorie, ja. of, of niet? Ja, nou ja, dan nee, is het inderdaad de vraag: is het. Ja, kijk, ja, is, het, is het inderdaad stoerdoenerij? Je had ook altijd vroeger op de middelbare school, iedereen heeft wel zo'n zo meid in de klas gehad, die zei altijd van ik heb niet geleerd. Dan had ze 9,7, gewoon standaard <laughs> dat, was, dat, dat was gewoon aandachtstrekkerij en dat, dat kan hè, dat je denkt van oké, okay, het hoort in het wereldje, hoort het erbij als stoere tech founder om net te doen alsof geld me niet boeit. Eh, ik heb hier een miljard gevonden, bla bla bla. Bij SBF, geloof ik wel echt, ja, daar, daar weten we nu dat ze het echt niet wisten. Dat was geen stoerdoenerij. Die. Practice what you preach, dachten ze daar. <laughs> um, maar yep, ik wil ja. nog wel even. Ja, we, hebben natuurlijk, ja, we hebben het we hebben met z'n drie ook wel over dat rapport gehad. Ja, ik moet zeggen, ik heb het toch een paar. Het was inderdaad niet het meest wereldschokkende. Er zaten geen enorm grote juicy dingen in. Maar ik, ik, uh, John Ray die, die splitst dat op in een aantal punten, die ik toch nog even kort. aan wil stippen, omdat ik de combinatie gewoon nog steeds. Ondanks dat het niet per se iets nieuws onder de zon was, nog steeds zo mind-boggling vind ik. Dat ik denk: van hoe kan dit, joh? Dat is ze hebben dus een combinatie eigenlijk van de manier waarop ze crypto assets bewaarden. en de manier hoe ze omgingen met uh, logische. Ja, hoe noem je dat? Uh, access management. Dus toegangscontrole, digitale toegangscontrole. Dus uh, hoe kom je, hoe log je in in een systeem? Heb je daar een wachtwoord voor nodig? 2FA, single sign-on. Controleer je dat ze nu en dan. Wie er toegang heeft. Uh, is het op basis van least privilege of van need to know? Dus dat, weet je, dat je de schoonmaakster geen toegang geeft tot, tot, uh, tot je database. En dat is een beetje een extreem voorbeeld altijd. Maar ook je developers zou je eigenlijk niet zomaar toegang geven tot je productiedatabase, om maar zo te noemen. Nou, je raadt het al, bij FTX had iedereen, nou niet iedereen, dat is te overdreven, maar heel veel mensen hadden toegang tot dingen waar ze geen toegang toe zouden moeten hebben. En soms zouden ze er wel toegang toe moeten hebben. Maar dan was het, het, uh, uh, de policy rondom data weer compleet debiel. Dus iedereen had toegang tot, uh, tot uh, de FTX main server. Nou, dat is niet erg. Je hebt wel vaker een soort van intranet waar mensen toegang hebben. Al je medewerkers. Maar daar sloegen ze dus gewoon in plain tekst de private keys op. Nou, ja, het is. En uh, wat blijkt dus ook. Ze hebben dus gewoon. Ze hadden geen cold wallets. Alleen maar hot wallets. Dus. Als jij daar als medewerker toegang had tot die server en je ging een beetje rondneuzen. dan was het dus zomaar inderdaad mogelijk. dat je inderdaad de private keys vond. in een tekstbestandje van een wallet. met een paar miljoen, variërend tot honderden miljoenen daarop. Nou, ze hadden dan wel de echte wallets. waar dan de klantengoed op stonden. die hadden ze dan wel in een password manager staan. maar ook gewoon plain tekst. Er kwam geen, geen. niet eens een hardware wallet. Weet je, laat staan echte professionele. industry-grade. Uh, um, uh, Bitcoin en, en crypto-opslag hardware was er gewoon niet. Ja, die combinatie, ik zat het te lezen en dan inderdaad nog her en der met wat quotes: van oh ja, we vinden hier 50 miljoen aan een DeFi-token terug. Oh, we waren hier aan het steken. Oh, 100 miljoen, inderdaad. Ja, het is echt. En, en, en het was gewoon de hele combinatie ook gewoon. Er was geen um, bring your own device policy. Dus je kon. Mensen hadden hun eigen MacBook waarop ze gewoon hun werk deden. Dat betekent dus letterlijk dat als iemand jouw MacBook steelt. Er was gewoon. Ge geen, enkel, geen enkele. Geen om bij dus de klantengoeden te komen. Nou, en, en dan hebben we het nog niet eens gehad over dat Alameda. Dat was ook best wel in, dat vond ik wel interessant. Er waren dus allemaal uh, um, ja, uh, switches, toggles, uh, knoppen die aan en uitgezet konden worden, die voor Alameda gewoon aanstonden als enige klant van FTX. Konden zij dus onbeperkt lenen. En we wisten het allemaal, maar die combinatie weer, ik zal het door te nemen. Ik denk. Man man, man, dit is echt. Dit gaat echt alle perken te buiten. Zelfs voor crypto. Na goed, dat was weer even voor mij een. Uh, ja, ik. Uh, ja, het was niet nieuw, maar toch, het blijft, het blijft zo'n zo ongelooflijk ongrijpbaar verhaal. Dat ik kan er nog wel tien keer over lezen. Ik denk nog steeds van wat, hoe, hoe heeft dit kunnen gebeuren. Maar goed, en het geeft voor mij ook aan, ook al, uh, um, dat is misschien de grootste, uh, ja, hoe noem je dat, learning, uh, uh, lering die je uit dit verhaal kan trekken. Dit was zonder het misbruiken van klantengoeden, hè? zonder het hele Alameda. Alameda, kan je weghalen uit dit verhaal. Dan was dit vroeg of laat ook kapot gegaan. Dat kan niet anders. Of het nou fraude is geweest, uh, of zou zijn geweest, een hack, of een medewerker die gewoon wat fout doet. Het complete gebrek aan enige vorm van risicomanagement in elke uithoek van dat bedrijf zorgt er gewoon voor dat dit per definitie fout was gegaan. Anyway, gaan wij uh, door? Uh, dan is het denk ik, Bert, ja. Um, yeah? Ja, ik vind het, het triggert me even wat je zegt. Hè? Van dit, is, dit kon niet anders dan fout gaan. En ja. ja, dat geldt natuurlijk eigenlijk ook voor Luna hè, en Terra. Dat, is ook, dat kon niet anders dan fout gaan. Het ontwerp was zodanig dat het een keer fout moest gaan. Alleen en dat is ook helemaal niet erg dat het fout gaat. Alleen het liefst niet pas als het 40 miljard groot is of zo. Nee. En Dat geldt ook voor FTX. Hè. Ja, als een bedrijfje omvalt vanwege echt dom geknutsel, doe het dan als het onwijs klein is en niet als het. En ik denk dat, dat regulering daarop gericht kan zijn. Kijk, je gaat niet alles vangen, maar je kunt misschien wel voorkomen dat het pas misgaat als het zo ongelooflijk impactvol is en zoveel mensen er last van hebben of zo. Misschien, nou ja. Ja, zeker. Nee, eens. Ja. Uh, sluit ik me helemaal bij aan. Hé, hey, uh, nu je toch aan het woord bent. Ik denk dat het even goed is. Je zei het net in de marktupdate al. Uh, dat haakje wil ik even uh, uh, rond gaan maken. Uh, Ethereum, upgrade. Uh, Chapella heet het. hebben we het vaker over gehad. Uh, vannacht volgens mij om een uurtje of half één uh, was het zover. Um, ja, misschien... Ja, er valt weinig over te zeggen. Behalve dat het uh, allemaal goed is gegaan uh, schijnbaar. Maar ik denk dat het wel interessant is om er even een minuutje of vijf à tien uh, bij stil te staan. Ten eerste, wat doet het nou ook alweer? Waarvoor is het überhaupt uh, belangrijk? Want velen zeggen dat dit eigenlijk uh, de stap naar proof of stake eigenlijk afsluit, hè, die fase. En dat we vanaf nu, vanaf daar echt verder kunnen. Dat dit eigenlijk meer onderdeel is van de stap naar proof of stake. Dan dat het een hele nieuwe. Upgrade is na approval stake. Terwijl het dat natuurlijk feitelijk wel is. Maar goed, we moeten we het zo even over hebben. Wat, wat maakt het nou mogelijk? En ja, hoe gaat dat er dan uitzien? Hè? Want wat het mogelijk maakt zijn natuurlijk de withdrawals van uh, gesteekte Ethereum. Um, ja, hoe, uh, ja hoe, wat zien we nu al wat? En waar gaan wij de komende weken op letten? Dat zouden eigenlijk mijn twee vragen zijn. Ik denk dat jij er wel, uh, wel een idee over hebt. Ja, en dus, break in uh, dus... op Peter. Als jij er ook wat over te melden hebt trouwens. Maar goed, dat weet je dat je dat kan doen. Ja, dus vannacht was de, de, de upgrade die gepland was al een tijd van tevoren op een bepaald block height En omdat sinds proof of stake die bloks uh, behoorlijk regelmatige blocktime hebben. Um, ja kan je ook wat nauwkeuriger plannen, dat is echt het voordeel. Dus dat, de tijdstip was al uh, redelijk uh, precies bekend. En dat is het moment dat er twee, um, twee upgrades tegelijk plaatsvinden, namelijk Shanghai. Daar hebben we het al heel vaak over gehad. Dat was namelijk altijd het synoniem voor het, het, het uh, toestaan van die withdrawals. Um, dat is een upgrade van de execution layer. De vroegere Proof of Work zou je kunnen zeggen, die gemerged is met de consensus layer, namelijk Proof of Stake. En daar was ook een upgrade, namelijk Capella. En Capella en Shanghai, dat kun je dan samentrekken naar Chapella. En zo, zo heette die upgrade dan. En die moesten ook tegelijk plaatsvinden, want dat zijn eigenlijk elkaars spiegelbeeld of zo. Hè? Dus voor dus withdrawals moet je aan beide lagen tegelijk die, die wijzigingen doen. Dus dat gebeurde en, um, en, en nou ja, bij dat soort dingen kunnen natuurlijk dingen misgaan. Het al betreft het hele consensusmechanisme van um, Ethereum is best wel experimenteel. We hebben het daar in de aanloop naar de merge en ook al bij de aankondiging, uh, volgens mij was dat december 2020, hè, toen, um, toen die proof of stake chain ontstond hebben best wel gehad gehad over van wat, wat zijn ze hier nu aan het doen de podcasts het besproken waarin Justin Drake te gast was die vertelde over hoe dat consensusmechanisme dan werkt en hij, hij is een van de meer uh, invloedrijke technische figuren maar ook Vitalik Buterin die dan ja, gewoon zeggen ja weet je ja, als je gewoon puur um, kijkt naar dat consensusmechanisme van Ethereum dan is dat gewoon een orde uh, een orde grote complexer dan Proof of Work misschien wel tien tot honderd keer zoveel regels code. Dus ja, daar kunnen natuurlijk ook allemaal dingen in misgaan. Ja, waarom is dat zo complex? Ja, omdat Proof of Stake van nature heel kwetsbaar is, heel fragiel is, omdat je heel snel allerlei um, uh, perverse prikkels ziet ontstaan en centralisatie van macht. machten. Om al, allemaal dat soort, al dat soort dingen uh, te fixen, um, ja, moet je het complexer maken. Is dat dan per definitie dus slecht, hè? omdat mooie dingen altijd simpel zijn. Maar ah, dat hoeft helemaal niet. Hè? Als je kijkt naar kernfusiereactors en je kijkt naar de vorm waar dat plasma doorheen moet met die magneten, dat is ook een heel complex, ingewikkelde vorm. Maar ja, dat is wel hoe het werkt. Goed, dus het ik kans... heb laatst zo'n video gezien over zo'n nieuwe machine van ASML waar ze laserstralen op druppels tin knallen, volgens mij, <laughs> ja. om ze nog dunner ja. te kunnen. Nou, ja, ja, inderdaad. Het, het, het complexiteit kan heel mooi zijn, natuurlijk. Ja, en complexiteit kan ook nodig zijn. Om ik iets denk te onnodige doen. complexiteit is natuurlijk wat je Precies, probeert wat je te voor ontwijken. Mij ja. ja, en dat is natuurlijk op zich een argument dat je zegt van, nou ja, die, de complexiteit van Proof-of-Stake is niet nodig, want we hebben Proof-of-Work. Maar dat is niet per se waar, want Proof-of-Work heeft een hele sterke uh, heel sterk netwerkeffect. Hè. Dus, dus je kunt niet 400.000 netwerken hebben die allemaal proof of work doen, want er is dan niet, er is geen incentive om dat allemaal te geveildigd te houden. Dus dat dat centraliseert dat dit soort zwaartekracht naar één netwerk en dat is Bitcoin. Dus het, het, het is logisch dat dat andere netwerk of daarop aanhaken of een ander consensusmechanisme zoeken. Dat vind ik helemaal niet gek. Oké, okay, ze zeggen kiezen voor proof of stake, complex, risico's en um, dus elke stap is spannend is risicovol de merge was spannend en dat dat dus allemaal goed ging dat is best wel nice dat hebben ze goed gedaan want elke test daarvoor, Want ze hebben een aantal testnetwerken die ze dan op een gegeven moment ook weer weggooien uh, op die testnetwerken. Doen ze dan, al, hè, doen ze dan een aantal uh, soort van generale repetities? Dan gingen elke keer ging er nog wat missen, <laughs> dus dat het dan tot en met de laatste toe en dan bij de merch ging het goed. Nou, dit is ook best wel weer. Ik bedoel, het is het is lang niet zo'n zo groot upgrade als de merch, maar hier gebeurde wel weer het een en ander en um, dat ging ook weer allemaal goed. Uh, dus die upgrades hebben plaatsgevonden en je zag ook meteen de uh, withdrawal requests binnenkomen. Um, je, er, is, er is een verschil tussen het exiten van een uh, um, staking note, van een validator... en het daadwerkelijk withdrawen. Dat zijn twee verschillende stappen. En je zag in aanloop naar um, uh, uh, dit moment al... Best wel wat nodes exiten. En zeg je, oh, dat zijn dus allemaal mensen die gaan verkopen, maar dat valt wel mee. Bijvoorbeeld, het is bijvoorbeeld Kraken. Want Kraken heeft de opdracht gekregen om te stoppen met Proof of Stake. En dat hebben ze wel gezegd in de settlement gaan we doen. Dus, dus Kraken, die was, of Kraken, die was zijn uh, Validators aan het exiten. Ja, dat moesten ze nou eenmaal. Dat betekent niet per se dat ze daar naar hun ETH gaan dumpen of zo. Dat is gewoon onderdeel van. Ja, wat ga, de vraag is inderdaad, waar gaat die ETH dan heen? Ja, die gaat terug naar de eigenaren. En wat gaan die ermee doen? We zullen het zien. He, dus dus um, ja, je zag inderdaad die withdrawal request komen en de withdrawals die vinden ook plaats. En de grote vraag in de markt is: van oké. Okay, wat betekent nu die withdrawals? He, dus een, hele, een heleboel Bitcoiners, of een, heleboel, een aantal heel vocale Bitcoiners, die um, maken er een sport van om in aanloop van grote veranderingen aan Ether, aan Ethereum, om dan te gaan fudden. He, dat was ook bij de merch. Oh, die merch gaat missen en dan gaat alles naar nul. He. En dat dus was nu ook weer. Oh, straks komen er withdrawals En dan gaat iedereen alles dumpen en dan gaat Ether naar nul. Dat, dat soort dingen zag je langskomen van: ha, 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 hè, uh, je, je geld zit vast en maar als het straks vrijkomt, nou dat dat wordt groter dan Mount Gox. Hè, want iedereen gaat, natuurlijk, die Ethers dumpen. Dat is dat, is dat, is daadwerkelijk een zienswijze. Als je van, ja, weet je er zitten heel veel mensen zitten er al lang in, sommigen al oh. sinds eind 2020 en nu kunnen ze eruit en dan gaan, dan ja, dan gaan ze hun winst realiseren en dan uh, verkopen ze hun Ether. Um, een andere zienswijze is dat, me, dat, 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 dat je zegt... Ja, er zijn ook mensen die wilden helemaal niet aan steking beginnen... zolang dat withdrawals gedeelte er nog niet was. Dus er is ook een soort de-risking heeft plaatsgevonden. Er is een risico weggenomen dat er tot nu toe wel was... Namelijk het risico dat je ging steken en er niet meer uit kon. Of als je liquid staking gebruikte, dat je een koersrisico loopt. Nou, omdat die, als die de pack verliest van zo'n zo staked Ether-token, dan kan je dat niet heel makkelijk um, met arbitrage fixen, omdat je nee. dat niet kunt withdrawen. Dus die risico's zijn nu weggenomen. Dus is er is misschien een grote groep die juist nu wel wil, wil gaan steken. Jij ja, hebt uh, te en... wachten tot dit moment. Hè. Zoiets heeft ja. van nou, nu uh, is het geen Hotel California meer. Ik, uh, exactly. Kom eens langs. alleen exactly. een bezoekje. Precies, dat en, um, en zo'n upgrade kan fout gaan. Dus ja. weet je, als je dan toch denkt, ik ga investeren, wacht ik wel even tot het gelukt is. Hè? Die, die weken kan ik ook <laughs> nog wel wachten, of die drie weken. Uh, dus um, ja, er is ook wat voor te zeggen dat dit moment juist uh, niet een sell nieuws event is. Hè? Zo van, oké, okay, nu is het plaatsvonden, nu, nu, nu verkopen we of zo. Maar dat het juist een reden kan zijn om wel uh, uh, iets, iets, iets met ITER te gaan doen. De koers overigens vanmorgen sprong die door een... Uh, Weerstandje heen die we al een tijdje op het oog hadden, nu op 1990 dollar. Maar nou loopt Ether een tijdje ietsjes achter op Bitcoin sinds begin van dit jaar. Als je kijkt vanaf um, uh, begin januari, was Ether zo'n 10 tot 15 verloren ten opzichte van Bitcoin. Uh, in het algemeen doet Bitcoin het gewoon heel erg goed ten opzichte van andere crypto activa Dus de Bitcoin-dominance die loopt ook wat op. Um, ja, en dus de vraag is nu: van oké, okay, um, um, de markt, het is toch wel mooi om gewoon de markt te laten spreken. Laat maar eens kijken: gaat de gaat Ether-koers nu Bitcoin wat inhalen? Of zwakt het verder af? Ja, zien we nou een hele grote hoeveelheid van die withdrawals daadwerkelijk richting exchanges vloeien om daar verkocht te worden? Of gaan, ze, gaan mensen ergens anders hun, hun validators opzetten? Of gaan ze van een vaste validator naar, naar liquid staking? Of gaat het ja. een een cold wallet in. Wie zal het zeggen? Dus, wat dat betreft, ja, dit is eigenlijk pas het begin van een periode. Ik denk dat je toch wel een paar maanden moet nemen om hiervan echt te kunnen beoordelen. Net als met de merch, moest je ook een paar maanden wachten voordat je kon beoordelen hoe dan die supply zich ontwikkelt. Gaat het dan daadwerkelijk krimpen? En nu weten we dat. Ja, inderdaad. De, de Ether supply die krimpt op ongeveer 0,2% per jaar? Wordt het lager. Omdat er gebeurd wordt. in ja, het begin wist je dat nog niet. En nu weet je dat nee. wel. En dat, dat geldt hiervoor ook. Hey, en uh, even kort om af te sluiten: dit stukje. Wat is nu het volgende op de roadmap? Weet je dat toevallig? En uh, hebben ze iets echt al iets specifieks van. En, en hoe lang gaat dat duren? Is het weer zo'n? Zo eeuwigdurend verhaal als de uh, als, 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 uh, Merge en Proof of Stake was, staat er toch wel iets eerder iets vets alweer op het programma. Ja, voor zover ik weet is de volgende upgrade, die heet Denken. En um, die, men hoopt nog later dit jaar die te uit te voeren. En daarbij ja. zou onderdeel van die upgrade zou EIP4844 zijn, 4844. Ja. En dat is Proto Denk Sharding. Ja, en die zou eigenlijk het... in deze, die zat in deze. Ooit. Ja, dat, ja dat, 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 dat is een beetje, kijk, die, die, die releases worden dan gepland en dan wordt er daarna gekeken welke features gaan daarin landen. Ja, ja, ja. Dus die is dus verschoven. En die, die, die upgrade gaat het dus gaat ervoor zorgen dat het voor um, roll-ups, voor, voor tweede laagse oplossingen, uh, heel veel goedkoper wordt om naar, um, uh, naar, naar Ether te settelen. Ja. Ja, dus, 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 dus het in- en uitgaan van een roll-up wordt heel veel goedkoper, een factor 10 ongeveer. En dat maakt dus het ecosysteem, uh, zeg maar de gebruiksvriendelijkheid van, de, van, de, van, de, van het schalen, maakt dat groter. Dus dat is wel ook wel weer een belangrijk uh, ja, en, en om, heel eerlijk, om heel eerlijk te zijn, zeg maar, ik vond de Swiss of, of Stake mega interessant, nog steeds trouwens. Maar de dingen die ze nu gaan doen, ja... Dat wordt wel echt uh, ja, super super interessant om te volgen. Zeg maar alles wat met zero knowledge. Ik had gisteren ik was op de Bitcoin Show Meetup. Ik dacht ga weer eens een keertje langs. Um, wel hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Ik had daar op een gegeven moment met, uh, met Thomas en met Shores, Shores provost en met uh, Constant hadden we het over wat dingen. En dan hadden we het ook over die zero knowledge proofs en ja, we hebben het er vaak zat over gehad. Ik snap er geen reet van. Het is allemaal veel te moeilijk. Maar het is wel. Kijk, het ding is: het is geen shitcoinerij. Het is gewoon cryptografie. En uh, omdat het al door Ethereum uh, gebruikt wordt. En door allemaal andere uh, coins zien veel Bitcoiners het. Of veel, maar dan hebben die vocale minderheid weer als een soort van: oh shitcoinerij. Ethereum moeten we niet hebben. Denk ja, dude, je zet iets wat zo vet is en, en wat eigenlijk helemaal past bij Bitcoin en of het kan of het technisch mogelijk is of het te complex is dat dat weet ik ook allemaal niet dat moeten we gaan zien. Maar theoretisch moet jij hier ja, ik durf het bij niet te zeggen, maar als Bitcoin er gewoon botertje geld van worden. Laten we eerlijk zijn, weet je, het is het is cryptografie tot de max. En, en de, de, de dingen die je zou kunnen doen als dat werkt. Uh, ja, we hebben het laatst weer over die, uh, die block times gehad. Of de, sorry, de initial block sync van nood zou je uh, uh, heel kort kunnen maken. Je zou uh, transacties meer privacyvriendelijk kunnen maken. Je zou ze kleiner kunnen maken zodat je meer kan schalen. Ja, en soms kijk ik dan wel een beetje jaloers naar die Ethereum community die dat helemaal omarmd hebben. En zoiets hebben van we gaan dit gewoon. Uh, fixen. Ja, wie weet uh, crashed en burnt het. Dus ik snap ook wel dat we bij Bitcoin dat niet doen, maar ja, ik word hier toch wel uh, uh, enthousiast van dat ik denk van wow, ja, vet. Ik vind dat echt, echt wel een heel tof onderwerp. Dus. Ja, eens. Ja. Oké, okay, uh, laatste stuk, ik denk um, uh, Pedro, ik denk dat jij daar ook wel wat uh, over te melden hebt. Deze oh. week veel heisa, veel gedoe. Rondom een stuk van uh, wat was het de New York Times even uit mijn hoofd. Ja, New York Times die hadden een ja soort van zelf uh, ja, ja het las weg als een uh, toch wel een als ik het als een leek zou lezen de, een, een onderzoeksartikel. He, want ze verwezen toch behoorlijk veel naar data die ze dan zelf vergaard hadden of onderzoeksbureaus die ergens naar gekeken hadden en het ging. Uh, over het uh, energieverbruik van bitcoin. En dan uh, met name natuurlijk het energieverbruik van bitcoin door miners die gevestigd zijn in Amerika. Het is natuurlijk New in York Texas Times uh, uh, in Texas ook specifiek. Ook ja, vol ja. ja, volgens mij wel inderdaad. Het heeft als titel The Real World Cost of, of the Digital Race for Bitcoin. Bitcoin mines cash in on electricity. Bitcoin mines cash in on electricity by devouring it, selling it and even turning it off. And they, can cause immense ...and they cause immense pollution. In many cases the public pays a price. Nou, dat zet al wel een beetje de, de toon, toon voor de rest van het artikel, zeg maar. Je weet wel welke kant het op gaat. Waarschijnlijk niet over leuke riviertjes in Kenia, maar uh, andere uh, dingen. Ja, er is heel veel discussie om geweest. Um, ja, Pedro, hoe, hoe, hoe kunnen we dit eens verder? Wat, 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 moeten, we hier, wat moeten wij hier nu nog mee? Um, wat moeten we hiervan vinden? Ja, ja, dat weet ik niet. Ik vind dat, dat die, die vraag vind ik, denk ik, te. Mag ook een ik, andere ik, vraag? Ga, zijn, nee, ik, 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 ik denk niet dat, het, dat, dat ik genoeg uh, nagedacht heb over dat artikel. Nog goed, precies genoeg weet uh, hoe, welke argumenten wel niet relevant zijn. Uh, nog nu de tijd heb om dat hele artikel soort van inhoudelijk. Uh, door te gaan lopen. En dus ik denk dat. wat we vooral kunnen doen. is even. inderdaad. met elkaar constateren. dat het weer voor veel. dat het weer veel stof heeft doen opwaaien. Ja. Dus de New York Times. die heeft een. Nou, weet je, die, die heeft. de, de vraag veel. Wat, wat levert. Uh, Bitcoin mining nu op in de VS. Hebben zij, daar hebben zij hun antwoord op gegeven. Um, en. Um, die presenteren ze inderdaad uh, op een manier alsof je um, uh, ja, die, die bepaalde. Um, hoe noem je dat?. Uh, autoriteit uitstraalt. Ja. Een bepaalde, bepaald wetenschappelijk tintje geeft. Hè, door te verwijzen naar um, instanties die onderzoek doen. door te schermen met data. Um, het jammer is wel dat in tegenstelling tot wetenschappelijk onderzoek hun methode... en de data die ze gebruikt hebben dan weer niet publiek is. Nee. Uh, dus je kunt, je kunt wat ze zeggen eigenlijk niet goed controleren. En dat um, zorgt ervoor dat, dat het vooral gewoon... een, een, ja, een stevig aangezet, ogenschijnlijk onderbouwd um, onderzoeksartikel... Of opiniestuk is. En het ja. onderscheid tussen die twee kun je heel moeilijk maken. Omdat dus um, ja, hun argumenten niet makkelijk te staven zijn of niet te staven zijn. En dat zorgt er dan ook weer voor dat er allerlei ja, um, groepen langs elkaar heen gaan praten over de waarheid. Met hoofdletter D en hoofdletter W. Ja. Waar, waar ligt die nu? Wat, en, en ja, daar, daar zijn, er zijn populistische partijen die er opspringen vanuit het, het oogpunt van. joh. Uh, ik vind elke joule die door Bitcoin gebruikt wordt te veel. Uh, dus ik leg het op mijn manier uit. En er zijn mensen die zeggen van, joh, uh, Bitcoin is het allerbest wat de wereld is overkomen. Gebruik zoveel joules als je wilt. En die proberen het weer op hun manier uit te leggen. En dat, dat zijn de wat meer populistische uh, een manier om er naar te kijken. Nou, er zijn wat policy institutes die erop reageren. En die, ja, die, die trekken dat New York Times stuk uit elkaar. En die hebben daadwerkelijk welzinnige um, argumenten tegen. Hè. Dus die, die proberen eigenlijk bloot te leggen waarom het niet zozeer een wetenschap, wetenschappelijk artikel is. Of een, een, een integer of neutraal onderzoeksjournalistiek. Dat is het niet, want er wordt op deze manier. Um, uh, aan de waarheid gedraaid. Hè? Of uh, door aan te tonen. Um, onder de aandacht te brengen wat ze niet zeggen. Dus wat ja. ze onbenoemd laten. Hè? Dus, dat is natuurlijk ook een vorm van cherrypicking. Hè? Dus de, dat het eigenlijk aan een, een soort web van drogreden aan elkaar hangt. Um, ja, ik, ik zag ook. Dat is al, ik vond het zelf best grappig... een filmpje langskomen van Pierre Rochard... die, die bij uh, um, Riot um, rondliep. Riot Blockchain. Dat is een van de, de grotere... Um, miningbedrijven in de VS... die, die ook bij naam en toename... in het Precies, stuk langskwam. Ja, hè? ja. beursgenoteerd. Um, hè? En dan gaat, ja, dan gaat het dus over... Van, joh, uh, ja, eigenlijk is, is de... Een, 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 een rode draad in alle kritiek op bitcoin mining is dat het um, uh, dat het de 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 broeikasgassen de uitstoot ervan dat dat verhoogt um, en dat is verkeerd weet je de, dat is een beetje de 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 korte versie van van die rode draad daar kun je al heel veel bomen over opsteken maar laten we dat nu even niet doen um, dat zou ik zeker niet doen. Opzetten, bedoel uh, ik. Je moet ze niet helpen, opsteken. We die, moeten ze uh, opzetten. We kunnen <laughs> <Dan kan laughs> heel veel bomen aansteken. Die, die, die bomen zorgen er <laughs> <die bomen> <laughs> juist voor dat die CO2 weer een beetje uit die. Uh, toch? Ja, dat, uh... ja precies. Hè? Maar ja. Je, je voelt wel aan hoe ik het omschrijf. Het is een beetje een mijnenveld. En daar ja. lopen we nu, uh, loop ik nu omheen. En daardoor moet ik ze nu dan even wat langer nadenken over hoe ik dit formuleer. Uh, maar die Pierre Rochard die ging dus met zo'n uh, koolstof. Uh, metertje ging die eerst buiten zijn, zijn mining faciliteit staan. Van nou, het is hier 400 ppm, dat is hartstikke mooi. Zeg nou, we gaan nu naar binnen lopen en kijken of het daar toeneemt. Nee, het, het wordt eigenlijk lager. Nou, we houden hem nu uit de, de, de uitlaat van een miner. Uh, nee, dat, dat, dat zie je wel. Mining veroorzaakt geen, geen extra uitstof van koolstofdioxide, van broeikasgassen. Ja, dat filmpje heeft volgens mij nu 4, 5 miljoen views op Twitter. <laughs> en daar wordt dus door sommige media serieus op ingegaan. Ik zag een artikel op pcmac.com ja. of zo over, over hoe debiel dat filmpje is en, en, en dat, dat, dat dat te Ik meer aantient. Ja. <laughs> de, de onkunde van bitcoins. En, ja. Nou ja. Hij, echt, hij liep ook echt met zo'n Clowns-gezicht rond. <laughs> kijk, en dan doet hij dit. Terwijl als je het niet gewoon, hebt. Nee, ja, dit was, dit was gewoon overduidelijk een vorm van trolling. Ik bedoel, ja, uh, maar uiteindelijk is dat dus alsnog een debiel filmpje, omdat het zo uh, niet constructief is. Zeg maar, ik vind, en ik vind ook de gedachte. Kijk, tuurlijk, ik snap wat hij zegt: van die Bitcoin miner stoot geen CO2 uit. En daarmee is het natuurlijk het grootste voorbeeld wat je vaak hoort van joh, uh, als ik een Toyota Prius koop die volledig elektrisch is, dan staat er een hele dikke sticker op van zero emissions of zo. En dat slaat nergens op. Uh, want nou ja, als een Toyota Prius dan zero emissions is, dan is je stofzuiger of een Bitcoin miner, even mits ze op elektriciteit draaien, wat ze doen. Misschien als je een ja. hele oude dieselstofzuiger hebt... dat dat het niet zo is. <laughs> nee, maar als ze op elektriciteit draaien, dan is dat net zo zero emission als... Ja, dan kunnen dezelfde marketingleuzen gebruiken als... als... Sure, dus je toont ja. ermee aan inderdaad... dat die marketingleuzen van uh, electric vehicles, elektrische auto's... dat uh, die niet helemaal eerlijk zijn. Nou, yo, 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 wat een verrassing dat autofabrikanten ook aan marketing doen... Kijk, weet je dat 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 die leus niet klopt, wil dus niet zeggen dat jij dan. Ja, ik vind, of die, het, leus, vind... Of die leus klopt wel. Kijk, als je zegt een elektrische auto heeft zero emission, wat je er eigenlijk mee bedoelt, door een auto van benzine naar elektrisch te, uh, over te stappen, uh, breng je ineens de potentie in om naar zero emissions te gaan. Want van een benzineauto weet je 100% zeker dat je je kunt die emissies niet verlagen. Van elektrische auto's kan dat wel als je ja. de energie uh, emissieloos opwekt. Zeker. En dan, zelfs daarvan kun je nog zeggen: ja, maar de zonnepanelen moeten ook geproduceerd worden. Het is ook een heel ingewikkeld verhaal, natuurlijk. Daar gaan we niet in die rabbit hole. Alleen als je dezelfde redenering gebruikt over auto's: van het is, het is fijn dat ze elektrisch worden zodat we kunnen elektrificeren, zodat we minder emissies kunnen hebben. Dan moet je diezelfde redeneringswijze ook op mining van toepassing brengen. Ja. Behalve dat daaronder de aanname ligt van ja, maar mining is nutteloos. Exact. En dus is elke Joule die het verbruikt er één te veel. Want je verbruikt dan Joules die ook door een ander hadden kunnen worden verbruikt. Dat zie je ook, dat is de redenering ook van... Uh, nou ja, goed, dat is de redenering die dan vanuit die hoek veel tegenkomt. Nee, ja, eens. En ja, ik denk dan... Kijk zo'n filmpje en nou, dan heb je 10.000 likes of retweets, allemaal van Bitcoiners die het helemaal fantastisch vinden. Ja, ik, het, ik bedoel, ik, 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 ik vond het op zich, ik snap het wel. Het, inderdaad, het is op zich grappig. Alleen, je schiet er gewoon geen moer mee op. En je jaagt de mensen die je nou niet tegen je in het harnas moet jagen, eigenlijk. Jaag je alleen nog maar verder tegen je in het harnas. En die polarisatie, die groeit daardoor alleen maar. En dat vind ik ergens dan een beetje, een beetje zonde. En ik vind gewoon roepen dat. Een andere sector hypocriet is, dus wij mogen dat ook, vind ik ook gewoon een, een standpunt wat eigenlijk niet, niet houdbaar is. En daarnaast, kijk, het ding is uiteindelijk gewoon: voor veel mensen is het duidelijk wat voor waarde elektrische auto's brengen. En voor die mensen is het wat minder duidelijk welke waarde Bitcoin gewoon brengt. Nou, daar hebben we het in het begin van de podcast over gehad. En wat ik dus interessant vond, op een gegeven moment komen ze dat New York Times-stuk, komen ze eigenlijk. Een beetje op het echte onderliggende probleem, namelijk hoe wekken we met z'n allen uh, energie op? Want ja, goed, Bitcoin is niet. Kijk, ik snap het wel. Mensen vinden het lastig. Er komt op, we moeten al bezuinigen en we moeten al uh, zuiniger met energie omgaan. En dan komt er nog eens een industrie bij. Pol, oh, nou dat is wel heel onhandig, komt even niet goed uit. Maar ja, dat gaan we alleen nog maar meer krijgen. Want met AI en weet ik het allemaal, er komen alleen nog maar extra uh, industrieën bij. En op een gegeven moment komen ze daar ook wel op in dat New York Times artikel. Daar zeggen ze dus, of course, other industries including metals and plastics manufacturing also require large amounts of electricity, causing pollution and raising power prices. But bitcoin mining brings significantly fewer jobs, often employing only a few dozen people once construction is complete. En Spurless Local Economic Development in dat hele stuk van bijna voor mij 2-3000 woorden. Is dit <laughs> de, het enige? En dan, dan val je voor mij wel door de mand. Dan denk ik: Oké, okay, dus als zo'n bitcoin-miner dan wel een paar duizend man daar aan het werk zet, is het dan wel prima. Ik vond dit zo'n karige ja, maar, onderbouwing. Maar die, 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 die riot, dat, is, dat, dat hebben ze ook gedebunked... Die riot is de grootste werkgever van de county. En de grootste betaalt de, de meeste belasting van die ja, county. Precies. Dus het is, het, is, het is ook gewoon: ze hebben honderden mensen. Ze hebben honderden contractors. Die, dus het zijn zeg maar ZP'ers en zo uit de omgeving die ze inhuren. Dus het is, het is ook gewoon nee, niet dat, waar. Nee, maar dat toont dus aan: hier breekt dat hele artikel voor mij. Dat ze op een gegeven moment daar op die redactie zaten: van oké. Okay, dat één iemand zijn hand opstak en die zei maar: jongens, in Texas staan ook aluminiumsmelterijen. en al die dingen die ze noemen oh ja, dat is wel waar. Ja, shit, die gebruiken eigenlijk ook gewoon kool. Uh, ja. Um, ja, dat ja, artikel, shit. dat breekt wel op veel meer punten nee, voor. Sure. Alleen, alleen dan... Dat, maar dat ze ja, blijkbaar dus met niks anders kunnen komen dan oké, okay, ja, die andere, uh, uh, andere industrieën, daar is meer werkgelegenheid, dus dan is het wel goed. Zeg maar, dat toont aan dat, dat het probleem niet zozeer bij die Bitcoin miners ligt. Het probleem ligt er gewoon bij van oké, okay, hoe wek je die energie met z'n allen op? En ja... Nou, ik, vind het, uh, ik vind het een beetje een moeilijk item. Om, uh, en, en, uh, ik vind het eigenlijk voor mijn gevoel zouden we hier nog een half uur over kunnen praten. En dan zou ik denk ik een veel completer beeld kunnen geven van de argumenten die allemaal meespelen. En uitleggen waar de trogredenen zitten. Alleen, het is nu vijf over twaalf en we, we stoppen zo. Dus het is een soort van. Um, ja. God, ik, 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 ik heb het gevoel dat, we, dat, dat ik luisteraars nu net, net niet vertel wat er over te vertellen valt. Um, maar goed, ja, even voorbedurend op, op, uh, op wat jij zegt. Um, dus, dus ik vind ook dat dit stuk barst van de drogredenen. En uh, dat het haast niet anders kan dan dat er naar een bepaald, bepaalde conclusie toegeredeneerd is. Um, voor mij is denk ik de allerbelangrijkste omissie... Um, dat er überhaupt niet geen enkele poging is gedaan um, om te vertellen waarom die elektriciteit gebruikt ja. wordt, um, en wat bitcoin in de wereld teweeg brengt. Kijk, het is, het is een beetje, hè, zoals je weken of maanden bezig bent met onderzoek naar de essentie van iets. Hè, want proof of work is de essentie van bitcoin. Daar kom je achter, onherroepelijk. Kan haast niet anders. Dat, dat gaan mensen je vertellen. En ik, ik heb ook wat, uh, um, wat, wat draadjes en gesprekken van mensen gezien. die met die journalisten gesproken hebben. En ik weet zeker dat, dat dit onderwerp is geweest van gesprek. Um, dan kun je niet een heel artikel schrijven. Bij, bij wijze van spreken over elektrische auto's. tot de conclusie komen. van. Nou, elektrische auto's leuk. maar ze mogen geen accu's meer hebben. Weet je, die, dat idee. Je, je, je kunt dan niet de, de functie van, van de accu. En, en, en de reden van het bestaan van, van, de, van de elektrische auto. en wat voor voordelen ze met zich meebrengen. compleet onbesproken laten. Nee, dan heb je per eens. definitie heb je een, uh, een gekleurd en eenzijdig artikel. En, ja. en ben je, wat mij betreft, als onderzoeksjournalist. ben je al compleet af. He, want je, 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 je beschouwt een, een complex vraagstuk. Um, en je komt met een heel stellige, stellige conclusie, um, waar heel veel um, emotie tussen de regels door te lezen is. Uh, en je laat eigenlijk geen twijfel over. Ja, de, dat, dat is voor mij een hele grote. Het zijn eigenlijk twee hele grote rode vlaggen. Uh, die je, wat mij betreft, eigenlijk altijd wel kunt gebruiken uh, om. Journalistiek werk mee te beoordelen. Complex vraagstuk belichten op een manier waar geen twijfel meer in zit. Ja, dan belicht je dus geen complex vraagstuk. Dan ben je bezig met iets spinnen. Dan heb je een onderliggend ja. doel. Dan zit er een bepaalde vorm van activisme in, bijvoorbeeld. En dat is wat activisten doen. Die pakken een complex vraagstuk. Die hebben een bepaalde overtuiging. Die reduceren het tot iets wat eigenlijk. Um, dat de, de nuances van zo'n complex vraagstuk compleet negeert. Um, en die gaan daarvoor op de pres. Ja. Niks, niks mis mee, op zich. Hè? Dat, dat mag ook. Um, alleen de manier waarop dat dan gepresenteerd wordt door een partij als de New York Times. Ja, weet je, dat, dat is. Ik, ik vind dat je jezelf daarmee eigenlijk een beetje belachelijk maakt. Um, nou, en, en er zijn um, inmiddels best goede stukken waarin. Aangestipt wordt van joh. Hier zou je eigenlijk de andere kant moeten laten zien. Um, hier spreken jullie jezelf tegen. Uh, um, deze argumenten slaan kant nog wel. Um, joh. Dus dat zouden we nu ook nog kunnen nalopen. Na maar dan, dan zit je in, inderdaad nog met een podcast van twee uh, van à drie uur. Daar hadden we eigenlijk mee moeten openen dan. Um, en maar de, de allerbelangrijkste uh, omissie. Ja, dat is, wat ik zei is dat je, gewoon, dat, 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 je, dat je het over de kern van een nieuwe technologie hebt. zonder, zonder ook maar enig oog voor um, wat dat nou eigenlijk teweeg brengt. En dat, nee, dat zijn niet de, de, de hoeveelheid werkplekken die een Riot oplevert. Ook zelfs dat is op, op een verkeerde manier belicht, maar goed, dat terzijde. Nee, blijf staat... wel staan dat ik ook aan de andere kant vind. Ze hebben wel een punt. Het, het, het gaat niet alleen maar over hoe we energie opwekken. Het gaat ook over de over het, het klimaatvraag. De transitie Het gaat ook over hoe komen we op het punt dat we alleen nog maar duurzame energie opwekken. Dat is eigenlijk de, de, de belangrijkste onderliggende vraag die vind ik ook helemaal niet goed beantwoord wordt. En in die context is het inderdaad belangrijk wat nieuwe technologieën of, of nieuwe vragers van energie... wat die voor marginale effecten hebben op de uitstoot van broeikasgassen. En nu, nu we nog niet helemaal alles duurzaam opwekken... ontkom je er niet aan dat extra vraag kan leiden tot toegenomen marginale druk... Um, en soms de alle duurzame initiatieven tijdelijk te niet doet. En, en die rol kan... Uh, het kan best zo zijn dat in een aantal gebieden, ondanks dat je zegt van ja, de, de, de energiemix bestaat voor zoveel procent uit duurzame energie, dat het toch tijdelijk voor extra uitstoot van, van broeikasgas leidt. Moet je, dan, uh, uh, moet je dan een verbod afvaardigen hierop? Of ga je dan de vraag beantwoorden, is dat erg? Hoe tijdelijk is dat dan? Uh, hoe zorgen we ervoor dat, dat die marginale effecten gedrukt worden? Per wanneer neemt, verbetert die energiemix dan? Op, op welke momenten zorgt de, de, de aanwezigheid van bitcoin mining in Texas ervoor dat de, de gascentrales aan moeten? Vanwege de vraag van die bitcoin miners? Op welk punt schakelen, schalen ze hun, uh, 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 hun vraag af? Is dat direct? Of gebeurt het echt zo? Is het echt zo dat er, dat er regelmatig een gascentrale bij moet schakelen. om aan de vraag te voldoen? En zit het nog onder de grens dat zo'n uh, Riot.? Ik noem maar, ik noem maar een, een bedrijf. zegt van: oké, okay, wij draaien onze vraag even terug. Eh, om, om wat voor reden ook. Eh, omdat we dat hebben afgesproken met, met onze. Met onze uh, uh, stroomnetbeheerder. Ik vind dat die, die vragen niet heel goed beantwoord worden in het stuk. En dat had ik. Daadwerkelijk interessant gevonden. En, en op zichzelf is, zijn het. In. En dus, dus dit ligt ook weer genuanceerder dan een bitcoin die zegt van joh, het gaat erom hoe stroom geproduceerd wordt. Nee, als jij, als jij vindt dat, dat uh, broeikasgassen een rol spelen bij klimaatverandering, en je vindt dat we daar iets aan moeten doen, ja, dan, dan ligt ook het antwoord daarop. Dus wat genuanceerder. Dan gewoon zeggen van. Joh, uh, er is stroom, wij gebruiken het, zorgen we ervoor dat het beter geproduceerd wordt. Nou ja, dan zou je dus moeten kijken naar wat voor effect heeft mijn nieuwe vraag. Um, daadwerkelijk op het gebied van, van, van de uitstoot van broeikasgassen. Nou ja, da daar ging het New York Times artikel dus ook een beetje op in. En daar kwamen dus allerlei hele schrikbare cijfers vandaan. Van ja, 90% van het, van het gebruik van een riot is dan uh, gebaseerd op fossiele brandstof. Allemaal niet te controleren. Ik denk niet dat dat zo is. Er zijn, zijn insiders die met hun eigen data komen. En zeggen ligt, het ligt eerder in de orde van 17 tot 20 procent. I don't know. Maar de discussie zelf is op zich best interessant. Ja, nou, ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat. Um, het is inderdaad. Ik zat tijdens je verhaal inderdaad aan te denken. Er zijn zoveel uh, best wel journalistiek mooie. Ook kritische invalshoeken te bedenken. Uh, o, 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 om hierover te schrijven. Het <laughs> is best wel zonde dat dat dan, dat, dat dan niet gebeurt. Je op zich, hè, het, het, de, de game theory van Bitcoin is: ja, als er energie is, dan verbruiken we het tot een bepaald punt. Hè, als het maar goedkoop genoeg is. Het is niet ja, als, als het goedkope energie is, dan is er gewoon winst te maken en dan wordt het verbruikt. Er zit geen stop op, geen rem op of zo. En dat zet mij wel eens aan het denken dat ik heel erg benieuwd ben: oké, okay, hoe eindigt dat? Uh, maar dat is zo complex. Ja, dat heeft met de prijs van bitcoin te maken. Dat heeft met het aanbod van energie te maken. De prijs van energie, beleid van verschillende landen. De ruimte die er is. De infrastructuur die er aangelegd wordt. Weet ik het allemaal. Dus er zijn zoveel verschillende effecten. Het is heel moeilijk wat over te zeggen. Dus het lijkt me wel vet als daar eens een keer een team van drie onderzoeksjournalisten... Uh, een paar maanden aan gaat besteden. En ik denk ja, echt wel gaten te prikken in bepaalde aannames... in de, de manier waarop bitcoin werkt. En daar worden we met z'n allen, denk ik, beter van. Uh, en dan is het zonde dat het inderdaad op zo'n manier gedaan wordt, waar eigenlijk gewoon één kant van de balans weggesneden wordt. Alsof je de jaarrekening van een bedrijf pakt, alle kosten weghaalt en dan zegt dat je enorm veel winst maakt. Ja, dat is niet zo gek natuurlijk. Je hebt geen kosten ah, en, dan, meer. en dan als, als, als grote, grote foto om het artikel mee te openen, pak je zeg maar die ene minuut, zeg maar, die, die, die riot facility, ja. die staat op een plek in de VS. Nou, daar is het. 99,9% van de tijd is het daar kraakhelder blauwe lucht, ja. zeg maar ja, wat we hier nu niet hebben. Ja, en er, er staat er een foto boven dat artikel van. Van, ja, van, die, uh, van die hal waar die miners in staan, in een soort van mist omkleed. Alsof daar daadwerkelijk allerlei rook opstijgt. Ja, van de Bitcoin je, miners die, die staan te stampen. Daar heb ook, je echt je best voor moeten doen ja, hoor. Je, om die je, foto ziet, er, te je maken. ziet er ook inderdaad een paar van die grote pijpen. Uh, hoe noem je dat? Schoorstenen. Dus je hebt, het lijkt hier industriëler dan dat het is. Uh, inderdaad. Ja, nee, het is dit, het is, het, het, ja. Er is, er is ook een heel team ja. van mensen die <laughs> klopt, nu ja. aan het kijken of die foto dokterd is. Ja. Dat ze zeggen dat die foto is qua profi, kleurprofielen zo aangepast ja. dat, het, dat het een soort van hazy-achtig ja, wordt, terwijl klopt, dat het helemaal dat, niet uh, is. Ze hadden die, uh, je kan die, die RGB-profielen van die, ja. die curves kan je zien. En die waren helemaal plat aan de linkerkant. En dat kan eigenlijk niet. Dat is net als met audio en andere soorten data dan. Uh. Nou ja, goed. Nee, Ik denk Peter, houd gewoon bij jouw verhaal. Ik sluit me daarbij aan. Ik vind het wel een uh, goede, uh, goede samenvatting in de tijd die we hebben. Wat, uh, wat, wat, wat dit stuk weer voor emoties uh, losmaakt en voor nieuwe inzichten brengt. Ja, niet echt dus. Helaas. Houden we het daarbij voor deze week? Hebben we hebben het toch weer mooi rond de twee uur gehouden. Ik denk dat het een mooie tijd is. Wie weet, gaan we er volgende week nog wel een keer op in. Wie weet, schrijven we er een alfa over. En wie weet, laten we het even voor wat het is. Zo ook zomaar eens kunnen. Um, wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren Peter, Bert, jullie ook weer bedankt voor alle insights en uh, market marktupdates, noem het maar op uh, vind je de podcast leuk join onze telegram groep volg ons op twitter, de links kan je vinden op www.statossieradio.nl en dan hoop ik dat jullie er een mooie week van maken en dan zien we elkaar volgende week gewoon weer terug laters, adios doei